hier zitten trouwens onze sprekers, maar die gaan jullie dadelijk zien. Want ik dacht, ik neem jullie nog even mee terug in de tijd. En misschien ken je dit filmpje al en als je het al kent, kijk er dan nog een keertje na en wat het met je doet. Dit was 1999. Heeft u een mobiele telefoon? Nee, nee, nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee hoor, dat heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie er nog niet van in. Dan ben je op de aan het fietsen, dan word je gebeld. Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn? Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk. Ik heb een gewone telefoon, waarvoor moet ik een mobiele hebben? Dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon. Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens onderweg. Als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig. Het lijkt me helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn. Ik ben student en ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. We hebben jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo. Ik heb een buzzertje voor hoognodige problemen, denk ik. Maar ik hoef niet continu zo'n piepding op een terrasje te hebben en zo. Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En is het dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken. Ja, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Ik laat hem vallen. Ik ben ook gelukkig zonder. 1999, hè? Kun je je dit nog voorstellen? Het is nog maar net geweest eigenlijk. Quizvraagje, wanneer was de eerste iPhone er? Weet iemand dat? De allereerste iPhone werd gelanceerd in 2008. Iemand een andere gok? 2000, yay! Dat is het goede antwoord. Woehoe, maar dan moet je eigenlijk wel komen zitten. Ja, dat hoort erbij. Nu heb je, ja, kom maar zitten. Nee, dat klopt. Je hebt het helemaal goed. En weet je dan ook wanneer de eerste iPad is gelanceerd? 2000? 2008, zegt iemand. De eerste iPad werd gelanceerd in 2012 was het. En als je dan weer even terugdenkt, 1999 konden we ons met z'n allen nog niet eens voorstellen dat je een mobieltje nodig zou hebben. Wat een onzin. Ik hoorde iemand zeggen, je kunt me toch een brief sturen? Of een fax, dat was heel modern in die tijd, een fax. En moet je kijken waar we nu staan. En waarom ik dat heel belangrijk vind, om daar even over na te denken. Dit is mijn bedrijf, Tekjonista. Ik ben Vivianne Bendelmacher, ik ben de founder van Tekjonista. Oud-hoofdredacteur van Kijk, kennen jullie dat? Kent iemand Kijk? Ja! Ja, nou, ik zeg altijd Calvé, pindakaas en de Kijk. Daar is in elk geval elke man mee groot geworden. En ik vind het heel fijn als vrouwen het ook gelezen hebben. Daar was ik 6 jaar hoofdredacteur en dat was waar ik echt bevlogen ben geraakt door alles wat met wetenschap en technologie te maken heeft. Fantastisch. De wereld die dan voor je opengaat en wat er allemaal mogelijk is met technologie. En vooral als je dan bedenkt hoe snel het is gegaan. Again, 1999 en kijk waar we staan. Maar wat is er aan de hand? Die hele online wereld, de nieuwe wereld eigenlijk, hè, als je het weer even terugdenkt naar toen. Die nieuwe wegen daar worden eigenlijk vooral geplaveid door mannen. Ja, 90% van de programmeurs in Nederland is man. Is dat nou erg? Is het erg dat er maar 10% daarvan vrouw is? Ik denk van wel. En ik denk dat dat erg is omdat we daarmee ten eerste onszelf bepaalde kansen ontzien. Want het is zo leuk om er iets mee te doen. Dat vind ik belangrijk, hè? Het is geen moeten, het is willen. Het is heel leuk. En ik denk dat producten minder genuanceerd zijn als je, nou, 50% van je doelgroep niet meteen al bij de ontwikkeling van dingen betrekt. Daar is het idee Tekjonista uit voortgekomen, want nadat ik bij Kijk heb gezeten als hoofdredacteur, werd ik hoofdredacteur van Viva. Nou, wie kent dat? Ja, vooral vrouwen, denk ik. Dat is een heel groot... Ja, tuurlijk. Ben je ook wel eens op het forum geweest, het Viva-forum? Ja, want... Stiekem wisten wij daarvan dat een behoorlijk percentage van de forumbezoekers van Viva dan weer man is. Zijn wel allemaal stiekeme mannen, want die maken zich dan niet bekend als man. Maar toch, heel veel mannen. En als je... Ja? Jij? Jee! Ja, dan moet je ook gaan zitten. Ach, kom erbij. Het is hier heel gezellig. Heel goed. Maar goed, dus ik was bij Viva, waar al die vrouwen waren.
En met mijn kennis van wetenschap en technologie vanuit mijn kijktijd. Ik dacht, die werelden ga ik combineren. En ik ga mijn eigen merk opstarten en dat is Tekjonista. En met Tekjonista zet ik me in voor de empowerment van vrouwen via technologie. En als ik dat zeg, dat is onze missie. Dit is trouwens nog even promo praat mensen, maar dadelijk komen 4 inhoudelijke sprekers, dus dat maakt alles dan ook wel weer goed. Maar als ik die missie zeg, dan vallen daar eigenlijk 4 sleutelwoorden in op. Ten eerste, vrouwen. Waarom vrouwen? Is er al iemand hier die denkt, vrouwen, waarom nou weer specifiek op vrouwen? Heeft iemand daar last van? Nee? Mag je eerlijk zeggen hoor. Jij hebt er een beetje last van. Dan kom ik even naar je toe, want ik wil wel weten waarom. Hallo, waarom heb je daar last van? Nou ja, ik weet niet. Je zei net, je vond het naar dat 90% van de mannen in een bepaalde sector zitten. Dat is natuurlijk een beetje seksistisch. Maar is dit niet eigenlijk seksistisch, omdat je juist alleen voor vrouwen gaat? Of kunnen vrouwen niet seksistisch zijn jegens mannen? Kunnen alleen maar mannen juist seksistisch zijn jegens vrouwen? Ik vind het een hele goede opmerking. En ik zal je zeggen dat ik hier zelf ook mee worstelde. Ik vroeg net, voor iemand die net ging zitten, Ik vroeg, heb je er last van dat wij ons met Tekjonista specifiek op vrouwen richten? Is dat nou weer niet heel erg hokjesdenken? En moet je dat nou wel doen? Er werd mij in het verleden gevraagd, ben jij hoofdredacteur of hoofdredactrice? En toen heb ik een heel betoog geschreven dat ik een hoofdredacteur ben en geen hoofdredactrice. Omdat de aanwezigheid van 2 borsten er niet toe doen als je het hebt over wetenschap en technologie. Dus ik wilde dat verschil helemaal niet benadrukken. Dus hoofdredacteur, seksueloos eigenlijk. Gewoon, maakt niet uit. En toch kom ik nu met Tekjonista. Waarom? Omdat ik denk, als je naar de cijfers kijkt, 10% is slechts vrouw. Het aantal vrouwen in technologie neemt zelfs af in plaats van toe. Ondanks alle effort die we erin steken. En de komende 5 jaar, en dit zijn World Economic Forum cijfers. De komende 5 jaar gaan er ten gevolge van opkomende technologie 7 miljoen banen verdwijnen. Raak niet in paniek, ik ben ook niet in paniek. Er komen namelijk ook 2 miljoen nieuwe banen voor in de plaats. Maar die zijn allemaal ICT-related. En dat is nou net de wereld waarin wij vrouwen achterlopen. Dus ik denk, om in een ideale wereld te komen waar het geen issue meer is, waar we het helemaal niet meer over diversiteit hoeven te hebben, moeten we er nu even overdreven veel aandacht aan besteden. Dus daarom Tekjonista. En ik hoop dat we onszelf binnenkort kunnen opheffen en dat niet meer nodig is, maar not there yet. En waarom dan technologie? Ja, ik denk dat ik dat hier niet hoef uit te leggen, toch? Technologie is super cool en je kunt er heel veel mee en je hebt de wereld aan je voeten met technologie. Tekjonista heb ik net al over verteld, wat dat merk inhoudt. Eigenlijk doen wij meerdere dingen. Wij inspireren, dat doen we door heel veel aanwezig te zijn in de media. Misschien heb je mij al een keer bij RTL Boulevard gezien. Daar ben ik tech-expert aan de desk. Ben ik heel blij mee, omdat dat een vrouwelijk gezicht geeft aan als het over technologie gaat. En dat past weer bij onze missie. Maar je kunt me ook lezen in Technisch Weekblad of op Kijk Magazine of op Linda Nieuws. En we brengen mensen samen. We organiseren netwerkevenementen. Brengen vrouwen ook binnen bij coole bedrijven zoals Microsoft, T-Mobile. We gaan nu een heel cool evenement organiseren met Uber. 7 juni, zet hem in je agenda. Daar zijn mannen ook welkom. Dus ik melden. En empowerment, waarom empowerment? Ik geloof niet zomaar in educatie, niet alleen maar opleiding. Met een kop en een staart, papiertje gehaald en zoek het verder zelf maar uit. Wij empoweren, wij geloven heel erg in de kwaliteiten en talenten die je al hebt. En die versterken wij met extra skills. Bijvoorbeeld coding. Dat is een van de dingen die we doen. Nou weet je, ik heb denk ik wel genoeg gepraat over... Volgens mij is het een boodschap dat Tekjonista van het scherm mag. Dat is fijn. Dan ga ik plaatsmaken voor de eerste spreker. Zijn er nog vragen? Klaar voor de eerste spreker? Gaan we dat doen. Goed, we gaan door met de eerste spreker. Dit is een dame die werkelijk alles weet van iets dat ik heel lekker vind. Dat is namelijk chocola. En zij combineert de wereld van chocola met online. Mag ik een applaus voor Anne Vriet? Dankjewel. Ja.
Nou, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Fijn dat het niet helemaal leeg is. Ik ben Anne-Frit en er is mij vandaag gevraagd om iets te komen vertellen over mijn bedrijf. Ik heb namelijk een heel leuk bedrijf. Ik ben niet helemaal objectief natuurlijk, omdat het mijn eigen bedrijf is, maar het is iets met chocola, dus het is al echt een tof concept. Ik ben 5 jaar geleden gestart met Shockstar. En dat was eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Ik ben een jaar of 8 geleden op reis geweest. Een wereldreis naar Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika en de US. Heel belangrijk, de US. Want ergens tussen San Diego en Las Vegas stopten we bij een benzinepomp. En daar proefde ik de lekkerste chocoladereep ooit. De zogenaamde firecracker. Je ziet hem daar boven mijn hoofd. Het was een pure reep chocola met knettersuiker, zout en chilipeper. Niet zo'n hele alledaagse combinatie, vandaar dat die ook bleef hangen. En toen, een paar jaar later, denk ik dat het 2 jaar na de wereldreis was, ging ik op een gegeven moment samen met een vriendinnetje, eigenlijk ongeveer 200 meter van hier van de jaarbeurs. Ik woonde toen de tijd hier in Utrecht. Toen ging op een zondagmiddag, dachten we, hey, we gaan die chocoladereep namaken. Want ik had intussen gezocht of we hem konden vinden hier in Nederland, was er niet. Dus ik dacht van, nou, we gaan hem zelf in elkaar knutselen. Mijn vriendinnetje was net terug uit Finland, waar zij een hele lekkere reep had geproefd met drop. Dus wij dachten, nou, hoe moeilijk kan het zijn? We gaan zelf die chocoladereep in elkaar knutselen. En we hebben ons die reep in elkaar geknutseld. En toen was het eigenlijk een beetje op dezelfde tijd dat die zondagmiddag zag ik een artikel van My Muesli. En dat is een concept, daardoor kan je eigen muesli samenstellen. Dus ik was bezig geweest met die chocoladereep met chilipeper, knettersuiker en zout. En mijn vriendinnetje met die chocoladereep met drop. En toen dacht ik, hé, dat is grappig. Misschien kunnen wij doen wat die jongens met muesli doen, kunnen wij doen met chocola. Dus dat was eigenlijk de start van Shockstar. En toen heb ik serieus mijn baan opgezegd. Ik ben gaan voorbereiden, een plan geschreven. Wat moet ik nou doen om daar een online concept van te maken? Ik ben aan het ontwerpen gegaan. Ik kan zelf photoshoppen. Dus ik heb samen met mijn zusje hebben we het design gemaakt van de website. Ik had een vriend die heel goed kon programmeren. Dus die heeft hem op basis van Magento hebben we een webshop in elkaar geknutseld. Nou, niet helemaal knutselen, zullen de programmeurs wel begrijpen. Mijn opa is fotograaf. Die is aan de slag gegaan met de foto's voor de website. En toen kwam natuurlijk nog het belangrijkste gedeelte, want iemand moest die chocola gaan maken. En ik heb gezocht naar samenwerkingen met chocolatiers, maar die dachten op dat moment, hé, er komt weer zo'n leuk meisje aan met een of ander grappig ideetje, je moet het eerst nog maar zien. Dus dat viel eigenlijk best wel tegen. Dus toen dacht ik, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Ik ga zelf leren chocolade maken. Ik heb me ingeschreven voor een chocoladecursus en stond daar 2 maanden later tussen de banketbakkers in Zundert bij de chocoladeacademie chocoladerepen te maken. En dat was intussen een half jaar later in september zijn we live gegaan met Shockstar. En Shockstar is dus een online chocoladelab. Dat betekent dat je bij ons zelf je chocolade kan samenstellen. Dus je begint bij het kiezen van je formaat, dus een reep. We hebben harten, we hebben natuurlijk met Sinterklaas chocoladeletters. We hebben eieren met Pasen. We zijn momenteel ook bezig om met behulp van een 3D-printer onze eigen matrijzen te printen. En vervolgens te vacuümvormen, zodat we het formaat chocola ook kunnen uitbreiden. Dus daar zijn we continu mee bezig. Maar dit is wat er, als je vandaag naar de website gaat, op de website staat. Vervolgens moet je je chocolade kiezen. We gebruiken Fairtrade chocolade, Belgische chocolade. En dan begint het echte fun part, want dan mag je de ingrediënten toe gaan voegen aan je chocolade cadeau. Dus van nootjes tot aan rozijnen, maar we hebben ook 23 karaats echt goud. Vanzelfsprekend hebben we ook drop, chilipeper, knettersuiker, zout en pindakaas. Nou ja, je kan zo gek niet bedenken of je kan het bij ons in de chocola stoppen. En de ingrediënten die worden ook continu aangepast. We krijgen daar heel veel feedback van klanten die zeggen van, nou, ik heb ooit daar en daar een keer zo'n chocoladereep geprobeerd. Kunnen jullie dat ook toevoegen aan het assortiment? Dus dat fluctueert een beetje. Vervolgens kan je een naam geven aan je chocola. Dat wordt dan op de wikkel geprint. We zijn daar ook mee aan het kijken of we dat kunnen uitbreiden naar eigenlijk de hele verpakking personaliseren. Je kan aangeven of je naar jezelf wil versturen of naar iemand anders. En dan sturen we het op.
als je eerst nog even betaalt, hoort erbij. En dan gaat onze chocolademaker aan de slag. En intussen zijn we dus bijna 5 jaar verder. We bestaan in september 5 jaar en het is echt een rollercoaster geweest. Van continu nieuwe dingen, ervaringen, groei van het bedrijf. Ik heb intussen op tv ben ik geweest, supercool. Bij RTL, bij Carlo en Irene geweest. Ik heb mogen lunchen met Rutte en nog een aantal andere ondernemers in het torentje. Ik ben bij de uitblinkerslunch geweest van Maxima en Willem-Alexander. Nou, eigenlijk allemaal super toffe dingen. Ik heb enorm veel geleerd, enorm veel gedaan. Maar het was ook keihard werken. Want het is vallen, opstaan, fouten maken en weer doorgaan. Continu je eigen grenzen verleggen. Toch weer eroverheen gaan. Maar het is super tof en ik zou echt niet meer kunnen bedenken dat ik geen ondernemer was. Maar dit is wel een beetje hoe het werkt. Niet alleen bij het ondernemen, maar ik denk in het hele leven wel. En het zijn juist die fouten. Ik denk van nou, waar ga ik vandaag over vertellen? Ik denk ik ga een aantal van die fouten noemen. Zodat mocht je ooit al ambitie hebben om voor jezelf te starten, je al een beetje een headstart hebt. En in ieder geval deze fouten niet hoeft te maken. Ik heb er ook een paar gemaakt en... Wees gerust, er zijn er nog veel meer die je nog kunt maken. Dus, maar met deze 5 misschien kun je er iets mee en kun je in ieder geval zorgen dat jij ze niet gaat maken. Hou je idee geheim. Toen ik, ik zie daar iemand al heel hard nee schudden. Maar het is toch nog echt iets wat je heel vaak ziet bij beginnende ondernemers. Die hebben een idee en denken ze, wauw, dit is het. Dit idee is zo goed, ik moet er met niemand over praten. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik dat de eerste... anderhalve week had, dat ik dacht, oh, dit idee is goed. Ik moet vooral niemand vertellen, want iedereen heeft natuurlijk de ambitie om een online chocoladelab te beginnen. Niet, maar goed, dat denk je dan op dat moment. Want waar je bang bent, waar je bang voor bent, is dus dat iemand met je idee aan de haal gaat. Nou, en dat is dus echt niet waar. Want het mooie is, als je gaat vertellen, iedereen kent iemand, iedereen weet iets. En het mooie is, als je gaat vertellen, dan krijg je feedback, waardoor je idee alleen maar beter wordt. Gewoon gaan groeien. En je eigenlijk veel, je krijgt er gewoon veel meer voor terug. Dus dat is wel echt eentje, dat als ik nu terugdenk aan die eerste tijd, dan had ik dat nog eerder gedeeld. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb genoeg ondernemers in mijn netwerk, die al direct tegen mij zeiden, van, Fritsie, je moet daarmee de boer op en gewoon zeggen wat je wil gaan doen. Want het grappige is, als je tegen de ene zegt, de ander zegt, oké, ik ken nog wel iemand, je moet daar eens even mee gaan praten. En die zegt weer vervolgens, ja, ik ken ook iemand, moet daar eens mee gaan praten. Misschien die kan jou helpen. Dus vooral niet je idee geheim houden. Oh ja, dat is ook zo mooi. Je wacht met lanceren totdat het af is. Nou, het grappige is, het is echt nooit af. Ik had... voor mezelf, omdat wij hebben een chocoladeproduct, we zijn heel erg afhankelijk van de seizoenen. Natuurlijk, Sinterklaas, kerst is voor ons echt hoogseizoen, dus dan moet je knallen. Dus ik had voor mezelf gezegd, oké, goed, september moeten we live. En ik ben ook blij dat ik dat heb gedaan, want daardoor hebben we daar naartoe gewerkt. En op september, die zijn geloof ik 19 september live gegaan. Nou, ik dacht echt, we zijn er nog helemaal niet klaar voor. Maar heb het gedaan en dat is wel echt een belangrijke, want het is nooit af. Het is een continu proces. En natuurlijk bij een online concept, het werkt niet alleen voor webwinkels, maar ook voor social networks of het maakt niet uit, weten de programmeurs, weten de technici. Ik bedoel, je moet gewoon blijven testen en continu doorgaan. Wij testen continu, kijken naar de interface, knoppen aanpassen, kijken hoe mensen interacten met onze website, navigeren eroverheen, gebruiken er tools voor, nou, zoals bijvoorbeeld de heatmaps tools die we continu kijken van hoe navigeert nou iemand bij ons over de site.
AB testen. Dus gewoon blijven testen en vooral niet denken dat het, het af is, want dat is het echt niet. Dit vond ik een mooi plaatje, kom ik van de week tegen. Nou, die is zeker met name voor de interfaceontwerpers wel bekend. Je denkt dat je, je kan zo goed je plannen bedenken en denken van nou, zo gaan we het doen en alles uitrekenen. Zo gaan we het maken, ontwerpen en dan blijkt dat mensen heel anders met jouw product omgaan. Nou, dat zien wij ook continu op de website. Dus wat we doen is testen en de data laat wel zien hoe het wel zou moeten. Oh ja, doe alles zelf. Ik vind mezelf, ik ben lichtelijk perfectionistisch. Dus ik vind dat ik zelf alle dingetjes erg goed kan. Maar geloof me, dat is niet waar. Want ik heb wel, in het eerste jaar was ik echt, ik deed customer service marketing. Sales, chocolade maken, inpakken, nou eigenlijk alles. Maar ik heb wel op bepaalde vlakken direct hulp ingeroepen van mensen die kennis hadden van andere zaken. Dus, en ja, het is niet alleen dat het niet leuk is. Het is veel leuker samen met andere mensen te werken. Want niet alleen de moeilijke momenten maken het makkelijker samen met andere mensen. Maar ook de minder, of de leuke momenten. Ik weet dat wij na een maand stonden wij op Dutch Cowgirls. En ik zat daar in mijn eentje achter de computer. En ik dacht zo, what the fuck, we staan gewoon op Dutch Cowgirls. En ik heb met niemand kan ik dat delen. Dus ik zat in mijn eentje daar achter mijn computer. En als je dan met een team bent, is het ook gewoon veel leuker. Deze foto is afgelopen Valentijnsdag. Nou, we hebben daar, aan mijzelf kan je het wel een beetje zien, we hebben serieus 3 nachten doorgewerkt. Want het was een hele goede Valentijnsdag. Dus, maar wel vrijdags champagne gedronken, want het allemaal gedaan. En dat maakt echt veel leuker als je dat met z'n allen doet. Dus vooral samenwerken. Dus hier vertelde ik al een beetje over dat mijn opa de foto's heeft gemaakt, het ontwerp samen gedaan met mijn zusje. De website gebouwd door een vriend en de teksten geschreven samen met een vriendin. Het grappige is namelijk als je je idee gaat delen en het met mensen erover gaat hebben, dan kom je er ook achter dat iedereen wel iets goed kan. En nou heb ik geluk dat het chocolade is en je kan heel makkelijk mensen betalen in chocolade, waardoor ik heel snel hulp krijg van mensen. Maar het grappige is wel, er zijn echt veel mensen die kennis hebben van alles, dus schakel je netwerk in. Deze is eigenlijk vooral als je bent begonnen en je idee slaat aan, je bedrijf slaat aan en je krijgt media-aandacht. Media-aandacht is super tof, maar je moet je er niet door laten verleiden, want het is allemaal super cool dat je bij Coffee Max mag komen of dat je bij in de Flair staat. Maar het belangrijkste zijn uiteindelijk wel je klanten en dat is wel echt iets wat je niet moet vergeten. Je klanten of je gebruikers, die bepalen je succes en die bepalen je sales of je conversie of wat dan ook. Dus het is echt belangrijk dat je niet laat afleiden door al die andere dingen, maar blijf luisteren naar je klanten. En deze, zoals ik daar mooi zeg, ja, koester, luister en verwensen. Wij proberen dat ook te doen. Luisteren heel erg naar de klanten. Heel veel interactie op social media, mail. We zijn nu bezig met een soort testpanel op te zetten. Eigenlijk een soort ambassadeursgroepje. Zodat we 1 keer in de 2 maanden een aantal klanten nieuwe chocolades laten proeven. Maar ook kijken van hoe gaat het met de website. Navigeren jullie erop? Zijn er producten die jullie missen? Maar echt, dus die interactie met de klanten blijft echt heel belangrijk. Dit vind ik zelf de mooiste eigenlijk, want dit is echt iets wat iedereen waarschijnlijk wel herkent. Dat je geen vragen durft te stellen en bang bent om fouten te maken. Wie heeft dat niet gehad? Ik weet nog wel, ik heb het nog snel wel eens, dat je in de zaal zit en vraagt iemand naar een verhaal. Goh, zijn er nog vragen? Nou, en 95% van de mensen die er zitten heeft echt geen ene klap begrepen van het verhaal wat de persoon net heeft gezegd. Maar ik denk van ja, ik ga mijn vinger niet opsteken, want ze denken vast dat ik dom ben. Nou, dat is echt het domste wat je kan doen. Als ik iets heb geleerd de afgelopen 5 jaar, is het gewoon vragen blijven stellen en kritisch blijven zijn, nieuwsgierig. En wat betreft fouten maken, ja, ik heb ze gemaakt genoeg. Ik maak ze nog, elke dag wellicht wel eentje. Maar het belangrijkste is niet bij de pakken neer gaan zetten en denken, oh shit, daar had ik niet moeten doen. Nou, had je niet moeten doen, maar je hebt er weer wat van geleerd. En deze wijze meneer zei het op deze mooie woorden, vond ik wel een mooie om te kopiëren en hier neer te zetten. En deze is eigenlijk, de fouten hebben we nu gehad, maar er is wel 1 heel belangrijk iets wat ik nog wel wil noemen. Het is eigenlijk be the nerd, want waarschijnlijk hebben jullie het wel meegekregen dat meneer Mark Zuckerberg begin januari, geloof ik half januari, dat hij op een gegeven moment
gepost op Facebook. En daar had een mevrouw op gereageerd, waarin ze zegt van dat ze haar kleindochters altijd stimuleerde om verkering te nemen met de jongens in haar, of de nerds in de klas. Want je kon maar niet weten, misschien dat hij een van die nerds in de toekomst wel de nieuwe Mark Zuckerberg zou worden. Maar daar heeft hij zelf op gereageerd. Dat het echt veel beter is dat die oma tegen haar kleindochter zegt van, nou, je moet zelf die nerd worden. En misschien ben je zelf wel de nieuwe Mark Zuckerberg. Dat vind ik wel echt iets belangrijks. Want je moet je niet laten weerhouden door de vooroordelen of de stereotypes. Gewoon doen wat je wil doen. En ik wil toch wel even onze programmeur daarin ook laten zien. We werken met meerdere programmeurs, maar dit is onze vaste programmeur in India. Geen nerd met brilletjes, pukkeltjes zoals de kinderen waarschijnlijk tekenen, maar een bloedmooie dame. Super slim. En die wil ik toch wel even laten zien. En dit is er eentje dat als ik zo nu en dan eventjes denk, oké, wat heb ik gedaan en is dit wel echt wat ik wil? Of het heeft eventjes iets minder iets tegengezeten, dan denk ik hieraan. Want dit is wel iets en dus een mooie om, niet alleen in het ondernemen, maar in het hele leven. Het zijn, als het makkelijk zou, doen, zou zijn, zou iedereen het doen. En die helpt mij er weer om elke dag weer vrolijk op mijn fietsje te stappen en fluitend naar het werk te fietsen. Dus dat wilde ik jullie graag meegeven. En mochten jullie willen bestellen, ik heb ervoor gezorgd dat je tot en met maandag bij ons op de site je eigen chocoladereep kan samenstellen met gratis verzendingen als je de code TechGirls gebruikt. Dus dankjewel. Ik zie daar al een vraag. Zal ik... Heb je nou ook het idee dat jij voor jezelf in ieder geval hebt geholpen om die verhouding 90-10 wat meer richting de 50-50 te schuiven? Goeie vraag, maar dit is wel een van de redenen dat ik hier ook vandaag sta, want ik wil wel heel graag helpen. En ik denk dat ik dat op mijn kleine, het is niet op mijn, in kleine schaal wel heb kunnen bewerkstelligen. Ja, bijvoorbeeld afgelopen donderdag hadden we een netwerkevent, Webhelden Diner. En daar waren heel veel grote namen uit de webwinkelland. Bijvoorbeeld Pieter Zwart van Coolblue, de directeur van Conrad, Greets was aanwezig. En daar zie je nog steeds ook wel een verhouding waarbij de mannen meer aanwezig zijn dan de vrouwen. Maar het wordt wel steeds beter. Dus ik denk wel dat het juist belangrijk is dat we ook als vrouwelijke ondernemers laten zien dat we er zijn. En ons profileren en andere mensen daarmee inspireren en stimuleren. Dankjewel. Zijn er nog meer vragen? Oké, dankjewel. Ja. Ik heb nog wel een vraag. Want kun je hier nu al van leven? Komt er nou voldoende geld binnen dat je denkt, ik ben rustig en ik verdien er een goede boterham met vlokken mee? Met hagelslag? Ja. Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik vanaf januari dit jaar mezelf echt salaris uitbetaal. Dus ik heb de afgelopen jaren wel, ik ben het gestart zonder investeerders. Dus alles eigenlijk wat ik verdiende, wat mijn Shockstar verdiende, ging het bedrijf weer in. Maar ik heb wel gewoon mijn huur kunnen betalen en die boterham kunnen eten. Alleen, ik heb nu echt gewoon maandelijks dat ik salaris uitbetaal. Dus ja. En hoe zit het dan met de mensen die voor jou werken, zoals zo'n programmeur, die kon je al betalen? Ja, dat is altijd eigenlijk al vanaf het begin. Komt ook omdat we direct, omdat we direct sales hebben kunnen maken. En ja, ik kon direct alles. En we merken wel dat bijvoorbeeld, we hebben wel met seizoensgebonden producten maken. Dus we zitten voor de decembermaanden wel met heel veel voorfinanciering van verpakkingen en chocolade en dergelijke. En daar heb ik een krediet voor bij de bank, waardoor we dat mee op kunnen vangen en daardoor gestaag kunnen doorgroeien. Ja. En zitten er trouwens ondernemers hier in het publiek? Als je ondernemer bent, hand omhoog. Ja, toch wel een paar. Ik ben zelf dus ook een beetje verse ondernemer, sinds een jaar. Zou jij subsidie aanraden aan mensen om je in het zadel te helpen? Of zou je daar altijd van wegblijven, van subsidie? Ik denk dat het heel afhankelijk is van de business waarin je werkt.
ik heb er persoonlijk niet naar gekeken, omdat dat ook weer voor mij, bijvoorbeeld, we hebben gekeken naar WBSO. Maar dat had zoveel voet in de aarde met het papierwerk wat wij moesten doen, dat dat niet opweegt tegen het wat wij eruit konden halen. Dus ik denk dat je daar gewoon heel kritisch naar moet kijken. Je kan je tijd maar één keer besteden en dat is wel belangrijk. Dus als het je heel veel tijd en geld kost, of eigenlijk heel veel tijd kost om dat aan te vragen, dan kun je je misschien ook afvragen, kan ik beter de tijd in het begin elders insteken? Dus dat is, ja, is wel persoonlijk. Voor mij niet dus, maar... En de laatste vraag, tenzij jullie dadelijk nog een vraag hebben. Waar sta jij over 3 jaar? Dat is de kut. Sorry. Als ik kijk naar Soxta, we zijn nu heel erg in de fase van het scale-up eigenlijk. Dus we moeten gewoon snoeihard groeien. En dat gaan we dan de komende tijd ook doen. Ik wil binnen 3 jaar de grens van 1 miljoen omzet bereiken. Dus daar zijn we heel hard voor aan het werken. En de grens van 1 miljoen omzet, dat is eigenlijk ook dat ik denk, dan ben ik zelf als ondernemer niet meer per se nodig voor mijn bedrijf. Mijn bedrijf kan dan echt gewoon goed functioneren zonder dat ik zelf aanwezig ben. Dus dat is eigenlijk wat ik wil bereiken. Dus dat het gewoon doorgaat, ook zonder mij. Ja, nee, sorry, maar deze kan ik niet laten liggen. Dat het ook doorgaat eventueel zonder mij. Betekent dat dat jij misschien zelf ook wel weer iets nieuws zou willen opstarten? Nou, ik moet wel zeggen, als je eenmaal start met ondernemen, dan zie je overal kansen. Dus les 1 van de ondernemers, denk ik, de focus. En vooralsnog kan ik me nog prima bezighouden met Shockstar. Maar ik sluit niet uit dat als Shockstar staat, dat er geen andere dingen kunnen gaan komen. Nee. Mooi, inspirerend verhaal. Heeft iemand toch nog een vraag? Want dan mag het nog. Nee, volgens mij niet. Oké, dan wil ik nog een laatste applaus voor jou. Dankjewel. Dan gaan we switchen naar de volgende presentatie. Ja, volgens mij, ja. Ja, dat is hem. Ja. En de volgende spreker weet alles over de combinatie online en jonge kinderen. Ik had zelf, heeft iemand hier kinderen trouwens? In de leeftijd, laten we zeggen, 1 jaar of 10? Nee, nou weet je wat je eens moet doen? Zoek eens op Google naar bijvoorbeeld de zoektermen... Kale poes. Die heette namelijk Sphinx. Ken je dat? Het is een heel cool kattenras. Maar als je daarop zoekt, dan zou het kunnen dat je heel andere dingen vindt dan dat je zou willen dat een kind te zien krijgt die misschien een spreekbeurt gaat houden. Dat wil je misschien liever niet. En nou, daar moet een oplossing voor komen. En volgens mij is de oplossing ook hier aanwezig. En dat is Diane Janknecht. Een heel hartelijk applaus voor Diane. Ja, dankjewel. Dankjewel. Inderdaad, Diane Janknecht en ik ben ook ondernemer. Ik ben de oprichter van WiseNose. En WiseNose heeft het als doel gesteld om het internet geschikter te maken voor jongeren. En met jongeren bedoelen we eigenlijk de categorie tussen 6 en 18 jaar. En eigenlijk gaat het nog wel verder dan dat. Want eigenlijk is het ook heel erg nodig voor een heleboel mensen die moeite hebben met het huidige internet qua taalgebruik. Want dat is best wel lastig. Kijk, is dit plaatje fictie of niet? Nou, tegenwoordig is dit plaatje helemaal niet meer fictie. Want baby's worden geboren en echt voor hun eerste jaar heeft bijna elk kind al op een of andere manier contact gehad met internet. Het is natuurlijk niet dat ze dat zelf allemaal gaan doen, dat begrijpt iedereen. Maar die ouders geven een tablet of die laten op hun pc allerlei filmpjes zien. Dus voor de huidige generatie is internet gewoon als water uit de kraan. Dat hoort gewoon bij het leven. En als je ook aan kinderen vraagt van hoe vind je dat internet, zegt elk kind of elke jongen, nou prima, ik kan er alles vinden. En dat klopt ook. Dat kunnen ze ook, zeker als je op zoek gaat naar YouTube of als je weet waar je naartoe gaat. Je weet al precies welke URL je wil, naar Snapchat of wat dan ook. Dan vind je alles. Maar het verhaal verandert heel erg als je een kind vraagt om informatie op te zoeken op internet. En dan merk je dat eigenlijk dat hele grote internet nog helemaal niet zo geschikt is voor een hele grote groep gebruikers. En dat is eigenlijk best wel raar. Want... internet is heel groot, we zijn er met z'n allen mee bezig. En we hebben wel als volwassenen bedacht dat wij hele gave films maken voor kinderen, documentaire maken voor jongeren, boeken, alles is aangepast op de verschillende fases waarin een kind zich ontwikkelt.
Maar als ze echt informatie zoeken op internet, ja, dan is daar eigenlijk helemaal geen kindervariant voor. Want stel je gaat naar een dierentuin en je wil daarna als jongen even kijken van oké, wat gebeurt er met de tanden van een leeuw? Ga dan maar eens kijken hoe moeilijk het is om die informatie te vinden. En misschien kun je je nog niet helemaal voorstellen dat dat lastig is, maar voor een heleboel jongeren is dat echt onwijs problematisch om die informatie te vinden. Of hetzelfde met een citroen, en ga je straks terugzien in een filmpje. Typ maar in citroen. Nou, ik kan je garanderen, je krijgt alle Citroën-dealers van heel Nederland te zien. Hoe komt dat nou dat we dat nog niet aangepast hebben? Dat komt omdat we eigenlijk de afgelopen tijd, internet is helemaal geëxplodeerd, is supersnel gegaan. Maar we hebben ons ook heel erg gericht op het maken van filters. En dan zeggen we tegen kinderen van, nou, ik zet er een filter op, een parent control. En dan kan jij bepaalde seksuele termen niet meer zien of heel gewelddadig materiaal kan je niet zien. En dat is prima, daar heb ik geen enkel probleem mee. Het enige is wel dat kinderen vinden een filter echt heel irritant. Want die filters gaan natuurlijk veel verder dan alleen maar de hele schokkende voorbeelden. En je kan dus op een heleboel onderwerpen geen resultaten meer vinden. Dus eigenlijk bewijst het ook die huidige filters dat dat niet echt werkt. Het is wel een beetje, maar niet goed genoeg. Dus wil je nou echt het internet geschikt gaan maken voor kinderen, dan moet je wel een beeld hebben. Is dat bij mij? Oh, hij staat daar. De power. Ja. Was hij al lang weg? Nee, toch? Oké, dankjewel. Ja. Goed, wil je dus het internet geschikt gaan maken voor kinderen? Dat is best lastig, kan ik je zeggen. Dan moet je het kind helemaal centraal zetten in je ontwikkeling. Ontkom je er niet aan dat je technologie een hele grote rol gaat laten spelen. Want dan moet je namelijk gaan kijken naar de verschillende fases van de ontwikkeling van een kind. En kijken of je in staat bent, als iemand zoekt, om de resultaten af te stemmen op de ontwikkeling van die kinderen. Nou, en om dat goed te doen, daar is al heel veel onderzoek voor gedaan. En dat is maar goed, want je kan niet zomaar vanuit je buik zeggen van ik ga eventjes iets voor kinderen maken. En ook bij mijn bedrijf werken mensen die daar heel veel onderzoek naar hebben gedaan. En één daarvan is Hanna Jochman. En zij is gepromoveerd op hoe kinderen zoeken op het internet. Zij heeft honderden kinderen onderzocht om met name te analyseren waar zit nou precies het probleem. En ik ga een filmpje laten zien van haar onderzoek. Wat er kan gebeuren als een kind zoekt op internet naar een vraag die ze krijgt. En het filmpje die dateert uit de tijd dat we nog koningin Beatrix hadden. Dus hij is net even ietsje ouder. En de opdracht voor het meisje is dat zij moet, ze krijgt de vraag van, weet jij wanneer koningin Beatrix geboren is? Dat is de vraag. En je ziet zo'n rood puntje. En dat rode puntje is haar oog. Dus wij houden haar oog in de gaten. Dan gaan we eens even kijken. Denk ik dat ik deze. Eens even kijken. Gaat hij doen? Of moeten we de techneut erbij hebben? Hij moet gaan lopen. Dit plaatje? Ja, daar zit een filmpje achter. Kan je dan klikken of is het niet zo? Met deze klikken? Ik weet niet waar het. Nou, geen filmpje. Nee? Maar dat maakt niet zoveel uit. Nou, dan gaan we gewoon verder. Geen filmpje. Dat is jammer, want wat ik wilde laten zien is dat het voor een kind echt, dat het voor ons zo normaal lijkt om te zoeken naar de geboortedatum van koningin Beatrix. Maar dit kindje die gaat volledig het bos in, omdat ze gewoon fouten maakt met intypen. Maar ja, ook heel moeite heeft om precies die zoekvraag goed te formuleren. En dat vinden kinderen vaak heel lastig. Dus maakt niet uit, we gaan gewoon door.
Wil je dus het internet geschikt gaan maken, dan moet je twee dingen gaan doen die vrij radicaal zijn. Je moet technologie, software gaan ontwikkelen die in staat is om de resultaten op het leesniveau van kinderen terug te geven. Nou, wat wij hebben gedaan is, die ga ik jullie zo laten zien, een zoekmachine ontwikkeld die in staat is om een kind van 8 hele andere resultaten te geven dan een kind van 16 of zelfs 18, 21. Want ook als jij op het mbo zit, heb je soms echt ongelooflijke uitdagingen om de juiste informatie te vinden. En dat kan je alleen maar doen als je boven dat internet gaat hangen, op zoek naar bronnen, naar websites die geschreven zijn in een makkelijkere taal, die websites binnenhaalt in je zoekmachine en dan de technologie hebt die in staat is om te herkennen voor welke doelgroep een tekst gemaakt is. Maar als je dat doet, want dat hebben we gedaan en die zoekmachine ga ik jullie zo laten zien, toen kwamen we achter een ander heel groot probleem op internet en dat is dat er eigenlijk maar heel weinig goed geschreven wordt voor lagere leesniveaus. Dus er is heel veel informatie op Wikipedia bijvoorbeeld. Wikipedia is voor een hele grote groep gebruikers veel te moeilijk. En zeker voor kinderen. Ook al denken ze in eerste instantie dat ze even een antwoord krijgen, daarna wordt het vaak veel te moeilijk. Dus wil je nou echt een geschikt internet voor kinderen gaan maken, dan moet je zorgen dat ze de juiste informatie vinden. Maar je moet er ook voor gaan zorgen dat er veel meer informatie gemaakt wordt die geschikt is voor een lager leesniveau. En ook daar hebben wij een stukje technologie voor gemaakt. Dus het niet te moeilijk maken en ervoor gaan zorgen dat informatie veel makkelijker wordt en dat veel meer contentmakers, content providers die content gaan maken. Nou krijg ik een volgende uitdaging. Kan ik op het internet? Want ik wil natuurlijk even laten zien wat ik gedaan heb. Ja? Gaan we even kijken. Kijk, dat gaat heel goed. Ja. Dus de zoekmachine die gemaakt is voor kinderen, die heet Jouw Zoekmachine. Ja? Super. Jouw Zoekmachine. Nou, ik ga hem wel zo even. Jouw zoekmachine is gewoon een gratis zoekmachine. Hij is via de browser gewoon te krijgen. www.jouwzoekmachine.nl. En we staan op het punt om hem een app ook uit te brengen. iOS app. En ook die is gewoon gratis. Nou, moet ik even met één hand gaan typen. Ik zeg even mammoet. En wat je al meteen ziet, is dat de suggesties die wij geven zijn anders dan Google, want wij geven alleen maar suggesties die geschikt zijn voor jongeren. En tenminste uit het brein van jongeren. Dus niet hele ingewikkelde suggesties die ze toch nooit gaan doen. Nou, als ik nou op vind druk, dan doet hij niks. Want je moet bij ons één keer... Doet hij? Oh. Oké, gaan we verder. Je moet bij ons één keer je leeftijd aangeven. Waarom we die leeftijd vragen is niet zozeer om het leesniveau, maar wel om de geschiktheid van die content. Dus een kind van 8 die naar pesten zoekt, die moet echt andere resultaten krijgen dan een kind van dan een jongere van 16 die naar pesten zoekt bijvoorbeeld. Dat is de reden waarom we een leeftijd vragen en vervolgens doen wij een inschatting van het leesniveau. Dus ik kies nu Mammoet voor 12-jarigen. En wat je dan ziet, is dat er allerlei resultaten komen op die zoekvraag Mammoet. Maar wel allemaal uit bronnen die, eens even kijken, die op het juiste leesniveau zitten. En dus je ziet archeologie online en DocuKit. En je ziet dat we ook wel een aantal resultaten hebben, maar niet te veel. Kan je het zien? Ja. Nou, als je er dan op klikt, ja, dan ga je gewoon naar de website toe. En dan ga je ook meteen naar de plek waar het gaat over de mammoet. Dus het is niet zo dat je dan gewoon niet dat je dan naar een algemene site gaat, wat vaak het geval is. Maar je gaat precies naar de plek. Dus je kan in gaan toetsen wat je wil. En vervolgens kan jij als gebruiker ook zeggen van nou, ik ben eigenlijk hartstikke slim. Ik wil wel naar een moeilijker leesniveau. En vervolgens krijg je dus dan ook allerlei
resultaten op een moeilijker leesniveau te zien. Dus wij bepalen nooit je leesniveau. Dat kan jij als gebruiker helemaal zelf invullen. Wat je wel ziet, als je echt voor het allermakkelijkste leesniveau zit, dan zal je waarschijnlijk wat jonger zijn. En dan zie je dat ook de layout verandert, want dan komen er eigenlijk grotere tekeningetjes naar voren. Dus je kan doen wat je wil eigenlijk met deze zoekmachine. En dus het unieke is dat deze voor het eerst in staat is om op verschillende leesniveaus het internet te gaan ontsluiten. Alright. Dan gaan we switchen, deze. Ja, maar nou is wel een filmpje weer. Kijken of die... Deze lukt wel, ja. Nou, wat vinden kinderen er nou van? Want we hebben het allemaal bedacht en wij vinden het allemaal hartstikke leuk. Maar vinden kinderen het ook leuk? Nou, we zijn uitgebreid in het jeugdjournaal geweest. En met die uitzending had ik niks te doen. Hè. Dat hebben zij helemaal bepaald, wat ze gingen doen. Dus dat was hartstikke spannend. En dat is een heel kort filmpje geworden. En die laat ik eventjes zien, wat de kinderen ervan zeggen. En dan moeten we even naar beneden. Wat is een farao? En hoe gezond is een citroen? Google het en je krijgt duizenden antwoorden. Soms ook best moeilijke. De oplossing? Een nieuwe zoekmachine speciaal voor kinderen. 8 op de 10 basisscholen gaan er de komende tijd mee werken. Even wat informatie zoeken voor je spreekbeurt of werkstuk. Maar wat krijg je nu vaak? Veel reclame en moeilijke teksten. Heel vervelend vinden de leerlingen van de Maria School in Rotterdam. Je zoekt citroen, maar dan komt er opeens een automerk. Beetje lastig en beetje moeilijk, want dan is er heel veel soorten en dan weet je niet welke je moet gaan kiezen. Er is wel handige informatie als je het eenmaal vindt, maar het vinden is wel irritant. Dat kan beter, dacht de bedenker van een nieuwe kinderzoekmachine. Ze maakte een site speciaal voor kinderen tussen de 6 en 15 jaar. Kinderen gaan steeds meer online op zoek naar informatie. Maar op dit moment gebruiken ze vaak Google daarvoor. En dat is natuurlijk best wel lastig af en toe. Want je krijgt resultaten terug voor volwassenen. En soms krijg je linkjes terug die helemaal geen antwoord geven op je vraag. En daar willen wij kinderen veel meer bij helpen. Op de site klik je aan in welke groep je zit. En dan typ je het onderwerp in waar je meer over wilt weten. Zo krijg je informatie op je eigen leesniveau, zonder reclame en alleen van kinderwebsites. Deze kinderen uit groep 7 werken al een tijdje met de nieuwe zoekmachine. Jouw zoekmachine is echt voor school gericht en dat vind ik zo goed aan. Wat je moeilijk vindt en wat je niet snapt, de betekenis, kun je allemaal opzoeken. Daar heb je heel veel informatie bij één plaatje staan al. Veel schoolcomputers hebben vanaf volgende week de nieuwe zoekmachine als startpagina. Grote kans dus dat jij hier op school ook mee gaat werken. En de kinderen hier hebben nog wel wat advies voor je. Dat ze niet hele zinnen moeten schrijven, maar gewoon in woord. Ik zal eerst mijn klas kiezen en dan zal ik kijken of daar die betekenissen zijn. En dan als daar niet zijn, dan ga ik naar een andere klas zoeken. Ja, de zoekmachine is nog niet helemaal af. Je kunt alleen nog teksten zoeken. Plaatjes moet je voorlopig nog ergens anders zoeken. Wat doet een minister eigenlijk precies als hij aan het werk is? Dat vroeg Roos van... Zo. Oké. Ja. Nou, dus dat was hartstikke leuk. En die plaatjes die komen er nu bijna aan. Die hebben we, dat je dus ook op je eigen niveau naar allerlei verschillende plaatjes kan gaan zoeken. En wat ik je hier laat zien is een voorbeeld van de app die ook gewoon gratis te gebruiken is straks in de App Store, jouwzoekmachine.nl. En daar doen we één extra ding bij, namelijk het eerste resultaat. Zie je een Vandalen resultaat. En in die app zitten 3 verschillende woordenboeken van Vandalen geïntegreerd op verschillende leesniveaus. Dus dat je kan je aangeven... Bij die app registreer je 1 keer en dan krijg je ook op al jouw zoekvragen de betekenis van Vandalen te zien. En kinderen tegenwoordig die gebruiken geen woordenboek meer, die zoeken alles op Google. Nou, toch hartstikke lastig. Dus dit is ook een hartstikke fijne manier om snel achter informatie te komen. Nou, wat zijn ze dan? Dus de voordelen van jouw zoekmachine.
is de eerste zoekmachine die in staat is om op leesniveau resultaat terug te geven. We zijn bijna klaar met de Engelse versie. En dan krijg je dus ook een veel makkelijker toegang tot een Engels internet. Het is zeker niet alleen geschikt voor kinderen in de lagere school. Middelbare scholieren hebben ook ongelooflijk veel uitdagingen om de juiste informatie te vinden. Maar voor middelbare scholieren geldt vooral, je bent supersnel klaar met het vinden van de juiste informatie. En dan kan je andere dingen gaan doen. Wij ontsluiten alleen betrouwbare bronnen. Betekent dat het automatisch een veilig internet is. Maar er zit geen filter op. Je kan bij ons elke seksuele vraag intypen. Krijg je allerlei antwoorden, plaatjes, alles. Maar het is wel geschikt voor de doelgroep die het intikt. Daardoor ben je dus heel snel bij het juiste antwoord. En niet onbelangrijk om te vertellen, er zitten geen commercials in. Het is dus niet gebaseerd op SEO, Search Engine Optimization. Er zit hier geen reclame achter. Dus het is de beste resultaten die naar voren komen, zijn puur inhoudelijk echt de beste resultaten. Tussendoor, ik ben bijna klaar. Zal ik dan afmaken en dan kom ik naar je toe. Nou, dit ziet er een beetje anders uit, maar dat is, er staat www.jouwzoekmachine.nl of www.wisenose.com/app om je in te schrijven voor de app. En dan sturen we hem, als het goed is, eind volgende week of de week daarna naar je toe. Want ik deel helemaal al jouw suggesties. Het duurt altijd langer en je moet op een gegeven moment maar gewoon gaan. Maar dan hadden we nog één ander punt wat we op moeten lossen. En dat is het rijker maken van het internet met meer content. En ook daar hebben wij als bedrijf een oplossing voor. Wij hebben een stukje technologie ontwikkeld waarmee je een tekst voor volwassenen kan laten omzetten naar leeftijdsspecifieke teksten. Dat zullen wij nooit automatisch doen, want wij zijn geen contentmakers. Wij geven alleen wel precies aan waar het fout gaat om die teksten aan te passen. En wat heel erg leuk is, is wat ik hier laat zien, is ook gewoon helemaal de waarheid. Hè? Kinderen willen gewoon het nieuws ook online zien. En er is eigenlijk best wel weinig verschillende bronnen qua nieuws. En wij hebben een hele mooie deal gesloten met ANP. En vanaf de zomer gaan we ervoor zorgen dat ANP dagelijks nieuws gaat maken voor verschillende leeftijdsgroepen. Dus nieuws voor kinderen op de lagere school, voor op de middelbare school, laaggeletterden. Allemaal gebaseerd op deze technologie. En daarmee zijn we bezig om dat internet echt te vullen. En natuurlijk nemen we die content dan ook weer mee in de zoekmachine, waardoor de resultaten rijker worden. Dus beide kanten, daar wordt aan gewerkt om uiteindelijk een veel geschikter en beter internet voor jongeren te krijgen. Nou, dat was hem. Dankjewel. De vraag is, je hoorde net een heel verhaal over privacy en je vraagt je af hoe gaat de zoekmachine om met privacy. Nou, dankjewel, want dat had ik eigenlijk ook meteen beter moeten uitleggen. Omdat privacy is voor ons een van onze USP's, een van onze punten die wij superbelangrijk vinden. Als mensen ons nu vragen, zeker journalisten vragen dat heel veel, hoeveel gebruikers heb je? Dan geef ik meteen aan, ik heb geen idee. Omdat wij doen bijna niks met die data. En de reden waarom ik zeg bijna niks is, wij hoeven geen persoonlijke gegevens te weten. Ik moet alleen natuurlijk wel weten hoe oud de gebruiker is, want anders werkt onze technologie niet. Maar dat is niet verbonden aan een één-op-één relatie met de gebruiker. En wat er bijvoorbeeld heel veel gebeurt is dat er in klassen staan er achterin 5 pc's. En die worden dan door een hele klas gebruikt. Nou, wie nou precies die gebruiker is van die pc, dat zien we niet. Wij zien wel dat het een uniek device is die de zoekvragen bij ons stelt. Maar er zit geen businessmodel achter het data verzamelen in deze zoekmachine. Waar zit het businessmodel dan wel? Dat zit aan de kant van het omzetten van die content, van volwassenen content naar kindercontent bij de bedrijven. Dus wij verkopen die technologie aan allerlei bedrijven. En daar verdienen we aan.
De vraag is of wij informatie teruggeven aan bedrijven hoe erop wordt gereageerd. Wat wij doen is wij kijken naar de zoekvragen en we kijken wel of er zoekvragen gesteld worden waar geen antwoord op is. Dus er worden allemaal zoekvragen over olie gesteld. Dan zal ik naar de Shell gaan en zeggen van er zijn allerlei kinderen geïnteresseerd in olie en er is niks. Zou je niet eens een stuk aan gaan passen om te gaan praten over olie in kindertaal? Maar wat het dan doet met hun resultaten, dat geven we dan niet terug. Dat geven we dan niet terug. Dus ja, ze horen er wel informatie over, ook wel over hoeveel kliks en zo, maar het is allemaal unaniem. Ja, dat is heel erg belangrijk. Bij kinderen is dit een super hot thing en terecht. Dus wij zijn ook lid van alle convenanten en alles rondom privacy. Ja. Andere vragen? Nee? Ga je hem gebruiken? Ik zie daar een mogelijke gebruiker. Ik hoorde hem niet goed. Ja, er is niks afgeschermd. Je kan zo diep gaan als jij wil. Dus als je eenmaal in die zoekmachine zit, kan je gewoon steeds dieper gaan. En je kan ook helemaal op Wikipedia terechtkomen. Maar ik durf jou te verzekeren dat als jij heel diep Wikipedia ingaat, je er niet alles van gaat begrijpen. Misschien ben jij wel super slimpie, dat is hartstikke goed. Maar dan nog steeds, want voor volwassenen is het zelfs heel moeilijk. Dus het idee dat het afgesloten is, dat is niet goed. Wij helpen alleen bij een zoektocht. En vervolgens kan je overal nog naartoe. Ik ben benieuwd of er ook in de toekomst dan misschien niet zoiets komt voor volwassenen, dat je dan kan zoeken zonder reclame. Dat je misschien betaalt, maar dat je dan nog echt heel gericht kan zoeken naar je vragen. Niet dat je wordt afgeleid door al de rotzooi die er nog meer op het internet te vinden is. Ja, nou, dus hartstikke leuk dat je dat vraagt. Dus het antwoord is ja en ja straks. En het eerste antwoord ja is die technologie waarmee je teksten kan aanpassen naar simpel leesniveau, die is al helemaal geschikt voor alle volwassenen leesniveaus. Dus ook tot het laagste leesniveau voor laaggeletterden. Maar we hebben allerlei bedrijven die met name in die technologie geïnteresseerd zijn voor laaggeletterden of mensen die gewoon een iets makkelijker leesniveau willen. Die zoekmachine, die wil ik heel graag ook aan gaan bieden voor laaggeletterden. Maar dan heb ik een heel erg groot probleem wat nu nog niet kan. En namelijk bij kinderen kan je bepaalde content uitsluiten. Dus je vliegt over dat internet en je haalt daar bronnen uit die geschikt zijn. Bij laaggeletterden moet je het hele internet gaan indexeren. Nou, dat zit wel in de plannen, maar dan moeten we gaan partneren met een DuckDuckGo bijvoorbeeld. Dat zou een hele voor de hand liggende partij zijn. Of andere, maar dan moet je echt datacentra hebben. En dat kunnen wij nu nog niet betalen. Dus vandaar dat we kiezen nu voor de kindervariant, waarin we wel verder zullen opschuiven naar moeilijkere bronnen. Dus er zitten een heleboel bronnen in, echt voor mbo, 18-jarige mbo, vakgebieden. Meer vragen? Nog een korte vraag. Kijk, wat was het nou? Oh. Kom ik zo bij jou terug. Ja, mijn vraag is eigenlijk een beetje gebaseerd op wat jij net vertelde en ook wat jij net vroeg. Want je geeft aan van stel je voor dat er bepaalde vragen veel voorkomen. Bijvoorbeeld vragen over olie. Je zegt dan benader ik een Shell om te kijken of zij hun content kunnen aanpassen. Hoe zorg je ervoor, want de bedrijven die jij kent die dat doen, zijn natuurlijk wel degene die prominent zijn. Dus degene die waarschijnlijk ook meer normaal zullen investeren in advertenties. Dus hoe zorg je ervoor dat het niet alsnog een plek wordt waar juist die content creators die marketen, die juist normaal via de SEO zo hoog in de zoekmachines komen, degene zijn die jij kent en benadert en daardoor alsnog
ja, jouw zoekmachine overnemen eigenlijk. Ja. Nou, dat kan je eigenlijk maar op één manier doen. Door volledig transparant te zijn hoe jij als bron, als content provider, in die zoekmachine opgenomen wordt. En die criteria die zijn voor iedereen helemaal hetzelfde. Of jij nou een educatieve schrijver bent of een hele kleine professional. Maar waar we naar kijken is of er geschreven is door volwassenen, daar begint het mee. Of er geschreven is door een expert, dus wel iemand die er iets van af weet. Want er is zoveel informatie op internet wat helemaal niet klopt. En kinderen die checken totaal niet of iets klopt, ja of nee. Dus de betrouwbaarheid checken we. En dan een andere om dat tegen te gaan is dat we ook kijken naar de hoeveelheid reclame die er op die website zijn. Als het voor een kind bijna onmogelijk is om de goede informatie te vinden zonder door allerlei reclame heen te gaan, dan zullen wij hem niet opnemen en dan zeggen wij wel de reden waarom we hem niet opnemen als bron. Als jij aan al die punten voldoet en als Shell in dit voorbeeld hele goede informatie maakt over de lage aarde en de aardolie en weet ik veel wat allemaal, ja, dan ben je hartelijk van harte welkom. Maar net zo goed een kleine, bijvoorbeeld een leraar die gespecialiseerd is op dit gebied en daar hele goede informatie over maakt, die komt er ook in. Dus degene met de beste content komt het hoogste naar voren. Hier komt nog een vraag, je weet het weer, hè? Hij is er teruggekomen. Ik vroeg me dus af, hoe gaat het dan functioneren? Is het dan een soort, hoe gaat het functioneren met een API of zo, die je dan in je website moet installeren? Of, Nou, kijk, ja, now we're talking. Ja, helemaal. Wij zijn echt volledig gebaseerd op API's. Hè. Bij ons platform, daar draaien allerlei API's onder. En dit, wat wij nu doen, is alleen eigenlijk een beetje showcasen wat onze technologie kan. Maar het liefste zijn we een API-provider aan partijen die met API's om kunnen gaan. Dus ook die content-editing technologie, die kan je gewoon als API in jouw systeem bijvoorbeeld integreren. En deze zoekmachine, die bieden wij als API, white label ook aan bijvoorbeeld telecompartijen. Dus KPN, die draait nu, die heeft een app speciaal voor jongere gebruikers. Daar zit een zoekmachine in en daar draait helemaal onze zoekmachine achter. Via de API. Ja. Ja. Maar is het niet handiger om, is dat open source of zo? Of, Nee, het is geen open source. Nee? Nee. Oké. Okay. Nee, dat niet. Overigens, met Wikipedia wil ik nog wel een traject gaan doen met de open source. Om te kijken of we gewoon met de crowd kunnen gaan zorgen dat Wikipedia vriendelijker wordt. Maar dat is een apart traject. Nog een vraag? Ja, ik ben toch benieuwd hoe het dan preciezer werkt. Want je hebt dus een techniek die dan bestaande teksten voor volwassenen automatisch kan omzetten naar teksten voor kinderen? Of? Nee. Nee, wij hebben een stukje technologie die een tekst voor volwassenen analyseert en highlight en aangeeft waar de problemen zitten voor de doelgroep waar je voor wil schrijven. Dus stel, jouw tekst is nu geschikt voor volwassenen, heel moeilijk, en jij wil gaan schrijven voor jongeren in groep 8 of zo. Dan geven wij precies aan welke zinnen te lang zijn, welke zinnen passief zijn. We geven synoniemen uit het woordenschat van kinderen als er te moeilijke woorden gebruikt worden. We geven aan waar verbindingswoorden ontbreken. Met andere woorden, de auteur hoeft niet meer precies te weten hoe je schrijft voor jongeren. Wij helpen daar helemaal mee. Maar we zullen het nooit automatisch doen. Want dat één, dat kunnen we niet. En twee, de auteur wil het niet. Oké, okay, dus dan wordt de auteur geholpen. En die maakt dan een tweede versie van het artikel. Correct. Of twee of drie versies. Ja. En dus als je eenmaal, het gaat alleen naar beneden, van moeilijk naar makkelijker. Als je eenmaal begonnen bent met makkelijker, is het maken van een nieuwe variant veel sneller gedaan. Dus je kan heel makkelijk voor verschillende doelgroepen gaan schrijven op een veel snellere en goedkopere manier. Zonder dat je daar allerlei experts voor moet gaan inhuren. Ja. Oké, en dan als je één bestaande URL hebt voor een artikel, dan hebben jullie, of dan kan via de URL worden doorgegeven dat je dat artikel in verschillende varianten hebt. Ja, wat wij doen met die URL is, als eerste hebben we een tooltje beschikbaar die meteen aangeeft van dit artikel, deze URL, dat is nu leesniveau X. Leesniveau 5, dat is moeilijk. En vervolgens kan je dan naar onze editing technologie, dan wordt die er meteen in gekopieerd om meerdere varianten te maken. En als jij meerdere varianten maakt, moet je natuurlijk wel een andere extensie achter je URL erbij zetten. Want die moet je wel in meerdere varianten
displayen. Okay. Ik heb zelf nog een vraag. Ja. Ik ben moeder van 3. Kijk. En 13, 9 en 5 jaar. En ik ben heel benieuwd hoe jij ervoor zorgt dat mijn kinderen Wise Nose gaan gebruiken. Ah, ja, nou dat één door hier te staan. Ja. Nee. Twee, wat wij gedaan hebben is, we hebben het aangeboden aan verschillende partijen die leverancier zijn bij scholen. En wat we nu weten is dat op 8 van de 10 scholen het al aangeboden wordt. Nou, dat is al een hele fijne manier om een kind ermee bekend te maken. We hebben de thuismarkt nog helemaal niet gedaan. Daar komen we nu met de app uit. En onder andere met partnerships als een Van Dalen, die wel weer een grote bestand heeft. En Scoola en teksten, dat je teksten kan voorlezen, dat soort partijen. Gaan we ervoor zorgen dat het meer en meer bekend wordt. Omdat ik zelf nog niet het kapitaal heb om hele grote marketingcampagnes te gaan doen. Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Maar spread the word. Ja, zal ik doen. Dankjewel. En voor jouw 5-jarige komen we nog niet, maar gaan we binnenkort komen met een manier om te zoeken via plaatjes. Dus een kind die sleept een plaatje van een poes en vervolgens krijgt hij allerlei andere poesenplaatjes. Nou, wat goed. Hij praat nu heel veel met Siri. Oh, ook goed. Ja, heel goed. Oké. Okay. Dankjewel. Echt een ontzettend inspirerend verhaal. Ik vind het echt zo bijzonder hoe het allemaal aangepast kan worden. Heb ik nog één laatste vraag, als het nog even mag. Het modereren. Hè? Dus je zei, er zijn bepaalde criteria voor welk stuk wel of niet kan worden opgenomen in de zoekmachine. Is dat dan een handmatige moderatie of scrapen jullie de boel? Of hoe, Ja, dat is ook een interessant proces waar we in zitten. We zijn begonnen met handmatig, maar er is iemand in mijn organisatie gespecialiseerd in machine learning. En die persoon die het doet heet Maarten. En die machine learning man is bezig met de Maartenbot. Met andere woorden, om Maarten helemaal te automatiseren, zodat we het geautomatiseerd kunnen vinden en analyseren. Ja, fantastisch. Daar gaat het natuurlijk naartoe. Nou, ik denk dat we alle vragen wel gesteld hebben. Ontzettend bedankt. Applaus nogmaals. Dan gaan we door naar een volgende spreker die haar eigen laptop even wil koppelen. Dus terwijl dat gebeurt. Zijn er gamers in het publiek? Een beetje? Hoezo? Hoezo een beetje? Wat doe je dan? Er komt een microfoon jouw kant op, want we willen je wel horen natuurlijk. Nou, wat is de definitie van een gamer? Vertel jij het maar. Wat is de definitie van een gamer? Ik denk dat je als je een groot deel van je vrije tijd misschien als gamer, maar dat is voor mij, ik doe wel eens een game, maar ik zou mezelf niet echt een gamer noemen. En hoe vaak game je dan? Ik denk misschien 1 uur of 2 per week. 1 uur of 2 per week. En als jij denkt aan iemand die games ontwikkelt, dan denk je aan... Wel omschrijven dus? Oh, de persoon omschrijven. Ja? Ik snap niet helemaal wat je bedoelt, moet ik zeggen. Nou, als jij een stereotype gamemaker moet omschrijven. Ja. Hoe ziet hij er dan uit? Ja, jij mag het ook zeggen. Zeg jij het maar. Ja, iemand die gemiddeld 30 uur per week achter zijn computer zit en een spelletje speelt en uitprobeert en vervolgens daarmee op internet op blogs gaat vertellen van ja, welke wel leuke spelletjes en welke niet. En waar zijn de voordelen, waar zijn de nadelen ervan. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd of het beeld een beetje klopt. Want naast mij staat Sherida. Jij gaat er alles over vertellen. Ja. Take it away. Oké, nou. Hallo allemaal. Mijn naam is Sherida. En dit is een beetje een korte informatie over mezelf. Een beetje in de stijl van vroeger. Toen we nog vriendenboekjes maakten en droomden over de toekomst. Zoals je ziet, ik wilde vroeger waarschijnlijk net als de meeste van jullie een heleboel dingen worden. Astronaut, dokter, actrice, schrijver, straaljagerpiloot op een gegeven moment. Game developer staat erbij, was nooit een doel, is er eigenlijk een beetje ingekomen. Daar ga ik jullie wat meer over vertellen. Dit is een spel wat ik vorig jaar heb uitgebracht. Het heet Beyond Ice en ik ga jullie even een filmpje laten zien. Zodat jullie een idee krijgen wat voor soort dingen ik maak. Dus
goed is, hoort er geluid bij. Er zit geen geluid bij. Wacht even. Ah, toch wel. Oké, ik ben een gameontwikkelaar. En er zijn eigenlijk een heleboel dingen waar ik heel comfortabel ben om mezelf te omschrijven. Ik ben een ontwikkelaar, ik ben een ontwerper. Ik ben niet een hele goede programmeur, maar ik kan programmeren om mijn ideeën en mijn werk speelbaar te krijgen. Ik ben een ondernemer, ik ben creatief en ik ben schrijver. En dan komt er dat woord wat ik niet uit mijn strot kan krijgen. En dat is het K-woord. En tot vandaag heb ik eigenlijk ook nooit gezegd dat ik dit ben, want ik voel het nog steeds niet helemaal goed. En dat woord is kunstenaar. Ik ben een kunstenaar. Dit is letterlijk de eerste keer dat ik het zeg zonder met mijn ogen te rollen. En waarom is dit iets wat ik moeilijk vind? En het komt omdat sinds ik jong ben en eigenlijk is er altijd al een onderscheid tussen de alfa-vakken, de creatieve vakken, filosofie, CKV, talen, geschiedenis en de beta-vakken, natuurkunde, scheikunde, computer science. En er is, er wordt een beetje op neergekeken, ook door mijzelf eigenlijk wel. Als je gaat denken aan kunst, dan denk je, het is niet logisch, het is niet sustainable, het is heel erg persoonlijk, je kan het niet definiëren, je mag het niet definiëren misschien. Je kan er zeker geen geld mee verdienen. Dat is altijd een beetje wat mij verteld is. Dus toen ik ging kijken naar toekomstidealen, wilde ik eigenlijk zo ver wegblijven bij kunst als ik kon. Ook al ben ik altijd iemand geweest die heel creatief was. Ik hield van tekenen, ik hield van theater, ik hield van schrijven. Maar het voelde niet als iets wat waardig was. En mensen zeiden, je bent zo goed in wiskunde, waarom ga je daar niet wat mee doen? Oh, je bent zo goed in technische dingen, je kan programmeren, je kan... zoveel dingen. Waarom zou je je tijd verspillen met creatief zijn? En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik wilde heel graag naar een kunstacademie. Ik ben iets anders gaan studeren eerst. Met het idee van, ik ga iets doen waar ik geld mee kan verdienen. Iets waarmee ik respect krijg. Iets waarmee ik een goed salaris kan opbouwen. En opeens, het beviel me voor geen meter. En ik kwam uit bij een opleiding voor game design. En voor mij was game design eigenlijk de ultieme compromis. Het punt waar kunst en techniek samen konden komen. En waar ik toch een beetje dat ene leuke kon doen. En toch ook wel weer niet helemaal hoefde overgeven aan dat minderwaardige eigenlijk. Wat ik toen dacht dat het was. En dat was eigenlijk ook, op scholen kwam ik het ook tegen. Ik bedoel, je had de mensen die C&M deden. En dat was altijd over van, grappig. En je had de mensen die NNT deden, natuurtechniek, natuurgezondheid. Ik heb zelf dan natuurgezondheid gedaan met tekenen erbij, omdat ik mezelf toch nog wel een beetje creativiteit wilde gunnen. En toen kwam ik eigenlijk hier bij games uit. En games was alles. Games was een tool om verhaal te vertellen. Games was een manier om werelden te scheppen, om nieuwe manieren te gebruiken, technologie en de wereld die voor me open lag. En toen ik daar aankwam in het begin, eigenlijk nog eentje terug, toen merkte ik eigenlijk dat mijn liefde voor filosofie, voor kunst, voor klassieke muziek, voor filosofie, voor geschiedenis, het maakte me een beetje een buitenbeentje. Want heel veel mensen hadden toch wel het idee wat games waren. Games zijn competitief, games zijn gericht op
Het perfectioneren van vaardigheden, van skills, op reflexen. En met mijn achtergrond en mijn interesses voelde ik me een buitenbeetje. Maar tegelijkertijd merkte ik dat het werk wat ik maakte en wat ik nog steeds maak, opvalt. Omdat het vanaf een andere manier geïnspireerd is dan je standaard techniek. En hier zijn een aantal voorbeelden van games die precies hetzelfde doen. Ik heb er helaas geen bewegend beeld bij. Dit is een game, Manifold Garden, is op dit moment nog in ontwikkeling. Die komt als goed is dit jaar of volgend jaar uit. En het is een exploratie-puzzelgame gebaseerd op het werk van Escher. Ook een grafisch artiest die heel erg bezig was met wiskundige formules en die techniek daarachter. En wat je dan krijgt zijn games of ander creatief werk, wat zoveel meer is dan wat iemand kan bedenken die alleen maar kijkt naar de techniek die erachter zit. Een ander voorbeeld is Journey. Dat is een van mijn favoriete persoonlijke games. Het is een spel wat heel goed gemaakt is. Er zit een hele interessante technologie achter, puur op de manier hoe bijvoorbeeld het zand in de game gemaakt wordt. Het is een spel waarin je een klein wezentje speelt, mensachtig, op weg door een woestijn. Ja, je bent op zoek naar een toren van licht. En je beweegt je door een prachtige, prachtige wereld heen. En het idee van deze makers was niet om een technische achievement te bereiken, maar om het gevoel over te brengen van wat zij dachten dat mensen misten in het leven. Een gevoel van mysterie, een gevoel van ontzag. En de maker hiervan was geïnspireerd doordat hij een verhaal las over mensen die de ruimte ingingen, astronauten. En het gevoel wat zij hadden als ze vanuit de ruimte voor het eerst de aarde vanaf die afstand zagen. En het feit dat, ondanks het feit dat de meesten tot op dat punt atheïst waren, dat ze een bepaalde vorm van spiritualiteit ervoeren. Omdat logica niet langer meer kon matchen met dat intense gevoel van ontzag wat ze zagen. Dit is een ander spel waar ik heel erg benieuwd naar ben zelf. They Dreams, het wordt gemaakt door dezelfde mensen die onder andere Little Big Planet hebben gemaakt. En dit is een spel waarbij spelers hun eigen verhalen kunnen, dromen eigenlijk, kunnen bouwen met tools. En vervolgens kunnen ze in de dromen van andere spelers meegaan en het verhaal ervaren. En eigenlijk hun persoonlijke ervaring op die manier delen. Dus het is misschien een beetje vreemd dat ik hier zoveel creativiteit aan het praten ben op een festival wat techniek eigenlijk viert. Maar ik heb gemerkt door de jaren heen, in omgang met mensen met zowel een technisch en creatieve achtergrond, dat er limitaties zijn van techniek die opgelost kunnen worden door meer te focussen op een creatieve, artistieke benadering. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld, zet een paar mensen in een ruimte die puur alleen maar een technische achtergrond hebben. Er wordt heel vaak gekeken naar producten niet vanuit de gebruiker, maar vanuit de behoeften of de denkwijze van degene die het maken. Omdat het soms lastiger is om voor te stellen, als je dat niet gewend bent, dat er mensen zijn die andere manieren hebben van informatie opnemen, informatie verwerken. En op die manier krijg je soms een gebrek aan balans tussen wat jij eigenlijk als gebruiker nodig hebt en wat een stuk software je geeft. Voor de mensen van jullie die op een kantoor werken, je zullen altijd allemaal wel een keer met een programma hebben moeten werken van jullie bedrijf, waarvan je vraagt, wie heeft dit in vredesnaam gemaakt? Dit is niet logisch, hoe werkt dit in vredesnaam? En dat is wat je onder andere mist op het moment dat dat je met een te beperkte visie eigenlijk kijkt naar wat er gaande is. Dus het geldt voor toegankelijkheid. Het gaat ook over hoe mooi de producten zijn waarmee je werkt. En het kan niet oppervlakkig lijken, maar een mooi ontworpen programma is heerlijk om mee te werken. Het voelt intuïtief, het voelt niet als een taak eigenlijk. En een andere limitatie is van puur focus op techniek, is dat je zonder creativiteit, is dat je eigenlijk altijd accepteert wat er is. En als je gaat kijken naar nieuwe mogelijkheden, dan blijf je eigenlijk een beetje hangen in wat er op dat moment gaande is. En even kijken hoor. Dit is eigenlijk waar creativiteit voor mij komt kijken.
Ik ga een voorbeeld geven. Een tijd geleden, vorig jaar, toen heb ik voor de game die jullie net zagen, heb ik met een studio gewerkt in Engeland. En er zaten een aantal mensen in mijn team, het waren echt gewoon veteranen. Mensen die 25 jaar al aan de meest toffe games hebben gewerkt in hun carrière. Gewoon echt op het top van hun kunnen. En zij moesten iets gaan maken voor mijn game. En het eerste wat ze eigenlijk zeiden was, wauw, als iemand dit idee had geopperd tijdens onze brainstorms, hadden we het afgekeurd. Want het leek ons, weet je, het is veel te ingewikkeld, je weet niet hoe het moet maken, veel te veel dingen die mis konden gaan. Maar juist het feit dat het ontstaan was vanuit een idee wat geen rekening hield met wat er al was, maakte dat ze een punt hadden om naartoe te werken. En binnen een paar dagen stond alles als een huis. Het werkte prima, het was prachtig geprogrammeerd. Maar dat is waar creativiteit bij kon kijken. Geen niet tevreden zijn met de status quo, maar ga zoeken naar nieuwe mogelijkheden om dingen te maken eigenlijk. En op die manier, imitatie wordt creatie. Op het moment dat je gaat kijken naar alles wat er om je heen is, dan kom je eigenlijk niet verder. Er zijn mensen nodig die de vragen gaan stellen. Dus om een beetje terug te komen op eigenlijk wat jij in het begin aangaf, van er is een tekort. Nou, ik ben zelf niet iemand die heel erg vaak praat over een rol van vrouwen in techniek, maar als je gaat kijken naar een tekort wat ontstaat, is dat ook omdat er zijn twee oplossingen, laat ik het zo zeggen. Er is zorgen dat meer vrouwen in de techniek op de normale manier komen. Hè? Dat ze de opleidingen interessant gaan vinden en meedoen. Maar ook niet proberen te scheiden tussen mensen die al creatief zijn, mensen die al een behoefte hebben aan juist communicatie, aan het maken van dingen, aan een creatieve manier van denken. Om te zeggen, hey, jij kunt er ook bij komen. Het is niet te laat voor jou. Er is ruimte. Sterker nog, we hebben je nodig. In Amerika bijvoorbeeld is er een opleiding, we hebben het hier in Nederland niet echt, maar het heet Liberal Arts. En het is eigenlijk een verzameling van studies met vakken, met alfa-vakken. Je hebt het dan over filosofie, je hebt het over talen, sociale wetenschappen. En daar wordt eigenlijk altijd een beetje lacherig over gedaan. En voor heel lange tijd werd er gezegd van dit is eigenlijk gewoon de meest effectieve manier om $50.000 gewoon compleet door de play in te spoelen. En het grappige is dat op dit moment, juist met alle nieuwe tech-startups die er staande zijn, zijn dat de mensen die ze nodig hebben. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een van de co-founders van Slack, een tool die op dit moment heel veel gebruikt wordt, heeft zowel een bachelor als een master in filosofie. En hij heeft altijd gezegd dat juist zijn behoefte om vragen te stellen, om te denken hoe kan het beter, hoe kan het anders, wat hebben we nodig, dat eigenlijk de drijvende kracht is geweest waardoor Slack niet zomaar is geworden, maar eentje is die door allerlei soorten mensen met allerlei achtergronden omarmd wordt. En ik denk dat dat eigenlijk is de missende link is, die ik tenminste persoonlijk zie, dat waar tech toch, waar heel veel focus op mensen geïnteresseerd krijgen in technologie aan voorbij gaan. Wat hebben mensen nodig versus wat denken mensen nodig te hebben? Dat is eigenlijk wat er gaande is, want de meeste mensen weten nog niet wat de techniek van morgen gaat worden. Weet je, we zien berichten online van, dit zijn de trendvoorspellingen. En de meeste mensen, je zag het al bij het filmpje wat Vivianne liet zien. 15 jaar geleden was niemand ervan overtuigd dat ze een mobiel nodig hadden. En waarschijnlijk hadden ze het ook niet nodig. Ik bedoel, als er één bedrijf is wat heel erg goed is in te zorgen dat wij denken dat wat zij brengen absoluut essentieel is voor ons bestaan, is het Apple. Die hebben daar gewoon een hele marketing omheen gebouwd. Maar dat betekent niet dat er daar nog heel veel ruimte is voor groei. En wat ik ook heel erg vaak zie, is dat, zeker bij games, dat er eigenlijk een focus ligt op gebruikerservaring. En dat je gaat kijken naar software en dat je gaat kijken van, maar hoe gaan de mensen hiermee om? En dat mensen zeggen, maar dit is eigenlijk niet wat ik wil, want dit is niet waar ik mee bekend ben. Dit is niet hoe de spellen die ik normaal speel, gespeeld worden. En de vraag is dan, moet je naar die mensen luisteren? Weten die mensen wel wat ze eigenlijk willen? Of zijn ze zo geconditioneerd door te denken dat de manier die ze kennen eigenlijk de juiste manier is? Persoonlijk denk ik van niet. Er is niet echt een pasklaar antwoord op. Maar wat ik wel denk is dat het verschil tussen ambacht en echte innovatie is dat een ambachtsman weet wanneer hij begint te werken, waar hij gaat eindigen. Want het eindproduct staat vast.
En het mooie aan technologie en innovatie is dat we juist onze creativiteit kunnen gebruiken om op een ontdekkingsreis te gaan. En hele nieuwe plekken gaan verkennen waar we 10 jaar geleden gewoon nog niet over hadden kunnen dromen. Dus om een beetje in de terms te blijven van wat games zijn. Next level skills. Mensen komen naar me toe vaak zeggen, oh, wat moet ik doen om games te kunnen maken? Weet je, welke opleiding heb ik nodig? Welke skills heb ik nodig? Welk vakkenpakket heb ik nodig? Ik persoonlijk denk dat alles te leren is. Code, het is een taal. Het is een mentaliteit, maar het is een taal. Het is belangrijk om te investeren in vaardigheden die zowel je op je werk, als met mensen in de omgang, als je verdere carrière gewoon verder kunnen helpen. En het is leer hoe je je ideeën moet communiceren. Vraag de waarom. Waarom zijn dingen zoals ze zijn? Waarom accepteren we dit? Waarom is het belangrijk dat er verandering komt? Misschien is wat we op dit moment hebben wel goed genoeg. Verder te kijken dan techniek. Probeer te laten inspireren door kunst, natuur, filosofie, geschiedenis. Alles wat om sport, alles wat interessant is op een manier. Kijk hoe verschillende problemen die jij tegenkomt in je werk, misschien op een andere manier via een andere discipline opgelost kunnen worden. Leer te begrijpen dat mensen uiteindelijk je producten gaan gebruiken. Dus probeer je te verplaatsen in die mensen. En als je zelf niet de vaardigheden hebt om, om daarin te kruipen, zorg ervoor dat je omringt met mensen die misschien niet die technische achtergrond hebben, die je hoopt dat ze willen hebben, maar wel dat inzicht en die behoefte om te communiceren en die vaardigheden ook om te communiceren erbij houdt. En dat zullen soms mensen zijn inderdaad die een CNN-profiel hebben genomen op de middelbare school. Het laatste wat ik eigenlijk wil meegeven is dat de belangrijkste vaardigheden die ik zelf vind dat je nodig hebt, is dat je moet spelen en de wereld moet kunnen zien als een kind. En dat is iets wat voor game designers makkelijker is, omdat we de hele dag omringd zijn door spellen. En fun is hoofdonderdeel van wat wij doen. Maar probeer altijd naar je werk te kijken met een frisse, unieke blik. En op die manier probeer je werk beter te maken. En ik denk dat we op deze manier eigenlijk technologie naar een nieuw niveau kunnen trekken. En eigenlijk wat ik wilde zeggen is, er wordt altijd gezegd, focus op STEM. Dus science, technology, engineering en math. Ik denk dat het tijd is dat we daar STEAM van gaan maken. En dat we kunst, cultuur gaan toevoegen om dit te versterken. Dank jullie wel. Zijn er vragen? Dat is makkelijk. Nou, waaruit jouw werk dus bestaat, want je programmeert dus niet zelf, maar je bedenkt en je een idee voor een game en maar je maakt ook grafisch, dan werk je idee uit en dat. Ja, hoe ik zelf eigenlijk werk is als volgt. Ik kan programmeren, ik kan designen, ik kan 3D-vormgeving en 2D-vormgeving. Dus prototypen kan ik prima. Dus ik kan genoeg maken om iedereen duidelijk te maken, dit is wat het moet worden. Ik heb niet, ik ben niet de meest effectieve programmeur. Dus als je gaat kijken naar code optimaliseren, zorgen dat het op verschillende systemen, zoals de game die jullie net zagen, is uitgekomen op verschillende platformen, zoals Steam, maar ook bijvoorbeeld Xbox en PlayStation 4. Er zit gewoon kennis achter dat daar zijn mensen in gespecialiseerd. En dat is hetzelfde wat jij eigenlijk geeft. Van je kan niet, ik wil het wel, maar je kan niet alles alleen doen. Dus mijn focus is eigenlijk meer op het samenbrengen van techniek en kunst en vooral het omzetten van ideeën in speelbare prototypes. Oké, en dat leef je over een professioneel game ontwikkelbedrijf. En er zitten wel 10 of 50 mensen die dat maken voor jou. Ja, nou, dat klopt. Nou, mooi, dat klinkt geweldig. Ja. Zijn er meer vragen? Nee? Vivianne heeft een vraag. Ik heb altijd wel een vraag, dankjewel. Ik vond het echt heel, heel erg gaaf om te zien. Maar wat ik me afvraag, dit is dan jouw idee, hè? De game die je net liet zien, het filmpje dat we gezien hebben, dat heb jij helemaal bedacht. Mm-hmm. En ook de graphics van gemaakt, toch? Ja.
Wat doet dat met jou als mensen dit gaan spelen op een Xbox? Hij is net uit, hij wordt gelanceerd en dan? Ik geloof dat ik me de eerste paar dagen echt compleet van het internet heb teruggetrokken, eerlijk gezegd. Uit angst voor reacties? Uit angst voor alles, ja. Het blijft je kindje natuurlijk. Het zijn dan dingen waar je dan in dit geval 4 jaar van mijn leven echt gewoon met mijn neus bovenop heb gezeten. Ja, en als je dat ineens met andere mensen moet delen, dan is dat doodeng. En dan zie je een link en van, oh, ik heb dit gespeeld. En denk je, oh, oké, nou, toch maar kijken. Van, ja, en dat is heel gaaf, maar wel doodeng. En nare reacties gehad of alleen maar lovende kritieken? Het wisselt heel erg. Ik heb hele positieve, ik heb de reacties die ik hoopte te hebben, heb ik gekregen. Ik heb een heleboel mensen aan het huilen gebracht. Dat was eigenlijk een beetje mijn doel. Toen ik destijds begon met games was het echt zo van, nou ja, dat is een soort doel van mezelf. Ik wil een game maken waar mensen van moeten huilen. Nou ja, iedereen had zoiets van, veel succes met dat. Maar dat is me gelukt. Mensen vonden het prachtig. Mensen waren, ja, ik heb hele mooie persoonlijke verhalen gehoord van mensen die het gespeeld hebben. En dan is er natuurlijk altijd een kleine minderheid. Zij wordt gelukkig steeds kleiner naarmate de jaren verder gaan en games als een medium eigenlijk steeds aan het evolueren zijn. Is dat er mensen zijn die heel erg voor een gevoel een kader moeten hebben wat wel een game is en wat niet. En voor heel veel voor die mensen, die kleine groep mensen, is alles wat ooit een game geweest is, is de enige passende definitie van wat een game kan zijn. En dat is natuurlijk heel, ja, limiterend. Dus er waren mensen die jouw game niet als game ervoeren? Ja, precies. En wat doet dat dan? Baal je daarvan? Nee, eigenlijk niet. Het is iets wat, zoals ik zei, toen ik begon destijds, was die reactie was eigenlijk de meerderheid. Iedereen, ook mijn opleiding zelf ook. Iedereen had zoiets van, nee, je hebt games en je hebt theater. En dan als je films. Dus als je dan verhalen wil maken, nou, dan ga je maar films maken. Of ga je maar een boek schrijven of zoiets. Ja, en het is een ding, in de afgelopen 5 jaar is dat echt gewoon steeds meer bijgetrokken eigenlijk. Ik vind het heerlijk juist om te zien dat niet alleen mensen, die groep steeds kleiner wordt, maar ook dat mensen er steeds vocaler mee omgaan. Het zeggen van, hey, een heleboel dingen kunnen games zijn. Niet alleen waar je mee opgegroeid bent. Is er nog een andere game die jij ontwikkeld hebt waar je trots op bent? Of waar je nu mee bezig bent? Ik ben heel erg trots op de game die ik nu ga ontwikkelen. Maar daar kan ik nog helemaal niks over zeggen. Want in dat geval, dan ben ik het dan niet helemaal eens met Anne Frit. Sommige dingen moet ik wel echt privé houden. Juist omdat andere mensen het kunnen overnemen. Ik zie een vraag. Oké, mooi. Hoi, hey. Ik loop hier net binnen, dus ik heb het eerste stukje gemist over de presentatie ook. Ik heb even net zitten googlen en dat is de game met het blinde meisje, dat die kleuren, dat heb jij. Yes. Wauw, oké, nou heel tof dat ik dan hier even binnen mag lopen. ik even wat vragen in het algemeen, als indie developer dan zijnde. Er komen op Steam, jullie hebben het op Steam gereleased onder andere, yeah, neem ik aan. Ontzettend veel indie games uit. En wat een van de dingen is die je dan wel eens hoort, is dat het heel lastig is om je dan te onderscheiden van de enorme hoeveelheid. Eerst was het zo, als je een indie game uitbracht op Steam, dan stond je gewoon meteen op de frontpage. Ja. En dat was makkelijk. Maar wat doen jullie dan aan PR of hoe proberen jullie product wat jullie leveren dan in de markt te zetten? Nou, dit is eigenlijk, dit een stukje in het begin gemist van de talk waar ik aangaf van hoe belangrijk het is om juist je invloed en die interesses van buiten je vakgebied in je werk mee te nemen. En dat is eigenlijk wat ik met mijn game ook doe. Want als je gaat kijken naar een Steam-pagina, heel veel dingen lijken op elkaar. Je hebt bepaalde heel veel pixel art games, je hebt bepaalde cartoony styles, je hebt heel veel realistische glinsterende bakstenen in shooters. En deze game, deze kleuren, deze vormen vallen op. Dus wat ik zelf persoonlijk altijd doe, is altijd op zoek gaan naar een visuele stijl die onderscheidend genoeg is. Die misschien in andere media voorkomt, maar in games gewoon heel erg ongekend zijn. En dat is hetzelfde met de game die ik net even een screenshot van liet zien. Dat was, even kijken hoor. Pim, tum, 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 tum. Deze game, The Manifold Garden. Wat ook inderdaad een indie game is, die dus gebaseerd is op het werk van Asher. Als je dit ziet, dan je weet niet wat er gaande is, je weet niet wat je gaat spelen, maar het triggert een bepaalde vorm van nieuwsgierigheid. En deze jongen zelf heeft een tijd lang als graphic artist gewerkt en heeft, geloof ik,
een BA in economie of zo en physics. Dus die komt van een hele andere niet-computerkant aan. En die vaardigheden gebruikt hij eigenlijk om werk te maken wat interessant is, omdat het nieuw is. En omdat het niet kijkt naar alle games die al gemaakt zijn. Dus ja, kijk vooral naar werk wat niet binnen games valt eigenlijk, zou mijn tip dan zijn. Ja, ik ben zelf geen game developer, zo was gewoon even geïnteresseerd in jou. En daarover nog een laatste vraag voordat ik de microfoon teruggeef. Als kunstenaar zijn, want in principe ben je ook gewoon kunstenaar natuurlijk. Ja, lekker. wat vind je zelf belangrijker? Dat dit de massa aanspreekt? Dat je op de een of andere manier iets aflevert wat een groot publiek bereikt? Of gaat het juist meer dat je dat de criticasters, dat je de bladen of de websites over weet te halen, dat je de kenners op die manier verliefd op je laat worden? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk eigenlijk een combinatie van beide. We hebben hier met deze game heel erg veel publiciteit gehad. Op echt hele grote festivals, waarvan de grootste E3 was. Want, ja, de grootste spellenbeurs is ter wereld die ieder jaar in Los Angeles wordt gehouden. Ook in het nieuws en zo. Echt heel veel outlets die ook normaal niet over games schrijven, die erin geïnteresseerd waren. Wat mijn doel eigenlijk is, want ik bedoel, stiekem wil ik ook commercieel zijn. Ik wil ook gewoon lekker in de grote namen horen. Dus mijn doel is eigenlijk om te zorgen, een beetje bij te dragen aan dat dit soort games meer gewoon worden. Zodat die algemene definitie van wat games kunnen zijn, dat die gewoon steeds breder wordt. En dan daar wil ik dan wel gewoon aan de top staan. Dus de mening van de gamebladen en de websites maakt niet zoveel uit als het feit dat je dus een groot publiek bereikt. Ja, een publiek aanspreekt en die opinie verandert. En inderdaad, gewoon de aandacht van de bladen is natuurlijk ook gewoon heel goed, omdat dat draagt eraan bij. Dankjewel. Dankjewel. Thanks. En kun je nog heel even herhalen wat je ook alweer bent met dat K-woord? Wat jij net, daar heeft ze namelijk heel veel moeite mee om dat te zeggen. Zeg het nog maar een keer, dat wordt dan de tweede keer. Ik ben Sherida en ik ben een kunstenaar. Yay! Ze zei in haar intro dat ze dat het K-woord. Ja. Daar heeft ze erg veel moeite mee om zichzelf als kunstenaar te moeten betitelen. Ja. Maar there you go. En fijn dat jij het ook nog eventjes hebt bevestigd. Wat goed. Ja. Zijn er nog vragen? Is er naast jou nog iemand die later binnen is gekomen en dus het filmpje niet gezien heeft? Jij hebt het filmpje. Zullen we dan, vinden jullie dat goed? Nog één keer het filmpje laten zien van jouw game? Kippenvel, jeetje, wat ongelooflijk mooi gemaakt. Die horen we er nog bij. Gaaf, hè? Ja. Hebben jullie hem nog net gezien? Gelukkig. Nou, ik denk dat we geen vraag meer hebben. Tenzij, is er nog iemand met een vraag? Nee? Nee? Nou, dan wil ik een heel hartelijk applaus voor jou. Kunstenaar dat je er bent. Echt waanzinnig mooi. Dankjewel. Dan zijn wij alweer toe aan onze laatste spreker. En hebben jullie iets met big data? De echte kenners zouden nou zeggen, hou nou eens op met big. Klopt dat? Zijn er mensen die zich storen aan big data en vinden dat het eigenlijk gewoon data zou moeten zijn? Handen omhoog als je zegt ja. Oh, niemand? Nee? Oké. Nou, want ik weet niet zo goed wat onze spreker daar zelf van vindt. Maar één ding weet ik wel, en dat is dat zij big is in data.
Dus ik wil heel graag een applaus voor onze ware data scientist in ons midden, Nina Antonini. Oh, dan moeten we alleen de presentatie nog even klaarzetten. Ik geef jou alvast de microfoon. Ja, mijn naam is Nina en ik ben sexy, want ik ben data scientist. En wat dat betekent en waarom ik vind dat vooral vrouwen daar ook vooral in mee moeten doen. Dat hoop ik jullie te gaan uitleggen als deze meneer van de techniek. Is het, dit is deze. Nee, dat is... We zijn in de lucht. Zoals ik zei, ik ben Nina, ik ben data scientist. Wordt gezegd de meest sexy baan van de 21ste eeuw. Dus in deze presentatie ga ik uitleggen wat data scientist doet. En hoe ik daarin terecht gekomen ben. En wat man-onvriendelijk inhoudt, waarom ik vind dat vrouwen vooral geschikt zijn om data scientist te zijn. Er was eens mijzelf, Nina. En ik moest kiezen op een gegeven moment, op je 17e, 18e, wat ga ik doen als ik later groot ben. Dus ik moet een studiekeuze maken. En geïnspireerd door allerlei evenementen als Kies Exact en een echte meid dus op haar toekomst voorbereid. Als ze maar vooral wiskunde gaat studeren, want anders heb je er geen blijkbaar. Plus mijn vader. Mijn vader is wiskundeleraar. En die waarschuwde mij vooral van ga geen wiskunde studeren. En dat klinkt misschien gek, maar hij zei, het is abstract. Het heeft niet zoveel, je wil eigenlijk met je voeten in de maatschappij blijven staan. En als je wiskunde gaat studeren, word je leraar. Moet je vooral niet willen, je moet iets leuks gaan doen. En daardoor ben ik naar allerlei universiteiten afgegaan. En dan kwam ik eigenlijk bij statistiek terecht. Bedrijfs- en industriële statistiek op de UvA. En daar leer je statistische modellen maken, met allerlei software omgaan. Om die data maar te crunchen en daar iets zinvols te interpretatie aan te geven. Ik kwam terecht bij TNO, bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, heb ik data gecrunched. En uiteindelijk bij SAS, waar ik nu werk. Ik was dus statisticus. Ik werkte met vooral kleine bestanden, Access Databases, Excel. Een grotere dataset als ik geluk had van 5000 observaties. En de laatste jaren is dat echt gigantisch toegenomen. En dat noemen we dan big data. Dus waar ik mee werkte, wat ik kende, kleine bestanden, relatief makkelijk. Eigenlijk misschien kan je het nog met je op een notepad uitrekenen. Nu naar ontzettend grote bestanden die je moet bewerken, grafisch moet weergeven. En daar een model moet van maken om aan te geven wat er in de data zit en wat de businesswaarde daarvan zou kunnen zijn. Ik moest met mijn statistiek en mijn Excel-bestandjes die ik gewend was, opeens met de big data aan de gang. Waar komt die big data dan vandaan? Internet, hè. We zijn steeds meer mogelijkheden om alle data te meten en op te slaan en ook te verwerken. Dat is in de afgelopen jaren echt gigantisch gegroeid. Mijn collega... die was er wat ouder, die vertelde dat hij, als hij een printje wilde maken, moest hij via de command line iets, dat is nog niet eens zo lang geleden, ik denk misschien zo'n 20 jaar, via een command line een printopdracht geven en dan kon hij de volgende dag zijn output ophalen in een ander gebouw. Een fax bijvoorbeeld, dat was helemaal nieuw toen de tijd. En nu moet je, eigenlijk is print alweer ouderwets. Dus dat is, die technologie is in de afgelopen tijd echt supersnel gegaan. En daarmee ook heel veel data, waar mensen ook informatie uit willen halen om processen te verbeteren. En marketing, maar ook op toezicht wat dat betreft. Of weten wat mensen willen. Of automatisch gestuurde apparaten, dat soort zaken. Dus dan zit je met met die berg met data. En wat moet ik er in godsnaam mee, want als ik... mijn procesje draaien, wat ik gewend ben om te draaien op die grote bak met data, kan ik er 3 dagen op wachten en heb ik niet zo'n trek in. Plus, de informatie die ik krijg is
eigenlijk beperkt. Want je hebt veel meer data en daar ook veel meer mogelijkheden om de informatie eruit te halen die je zou willen. Dus veel preciezer te zijn in de keuzes of in je modellering. En daardoor ook veel meer, meer kan verdienen, laat ik het zo zeggen. Dus, wie kwam er toen to the rescue? Nou, dan kwam er een model. En dan bedoel ik niet zo'n model, ook heel leuk. Maar die gaat je niet helpen met de datacrunchen. Dus statistische modellen, die zijn in de laatste tijd ook meer ontwikkeld, ook meer software voor gekomen. Bijvoorbeeld neurale netwerken, je ziet daar random forest, netwerkanalyse tools, machine learning-achtige technieken. Die ontwikkeling gaat echt super snel, dus ik moet ook echt flink lezen en doen om bij te kunnen blijven in die technologie. En geeft heel veel waarde. Een voorbeeld. Bij een klant, zij kregen heel veel tekst binnen, dus via e-mail, via de helpdesk, via klachten, brieven, surveys, via LinkedIn, via Twitter, allerlei kritiek of opmerkingen. En ze wilden eigenlijk daar productief op monitoren om te zien of er generieke problemen waren waarop zij bijvoorbeeld hun marketing konden richten of speciaal helpdesk op kon voorbereiden op dat die vragen zouden komen. Wat we toen gedaan hebben is al die verschillende bronnen van data ingelezen. Dus dat is gewoon veel data en dat moet vaak ook actueel zijn. Dus je moet real-time of near real-time moet je die gegevens beschikbaar hebben. En vervolgens text mining op toepassen. Dus je analyseert de teksten en dat is vrij. Het gaat verder dan alleen woorden tellen. Dus je kijkt ook naar structuren van zinnen, naar volgorde, naar woorden met een negatieve bijsmaak of of juist positief. En daardoor konden zij eigenlijk al van tevoren, daardoor kwamen ze erachter dat er bepaalde, spookboekingen waren of afboekingen van een bepaald bedrijf. Waardoor zij proactief dat die persoon konden blokkeren. Of bepaalde producten die onduidelijk waren of daar behoefte aan was, dat ze die konden verder ontwikkelen. Dus dat heeft voor hun heel veel meerwaarde gebracht in hun proces. Ander voorbeeld, netwerkanalyse, sociale netwerken bijvoorbeeld. Daar linksbovenin, je kunt bijvoorbeeld op Facebook kijken wie er in jouw vriendengroep zit en daar kun je een diagrammetje van maken. En je weet maar niet wie er ooit met jou gerelateerd is. Nou, stel nou dat je behalve Facebook bijvoorbeeld ook de informatie erbij pakt van de likes. Dus dat je ziet wie jouw bericht geliked heeft of wie jou hetzelfde bericht als jij al geliked heeft, waardoor je netwerk veel en veel groter wordt. Pak dan nog een bron bij, zoals een huisadres, of surfgedrag, of dat soort zaken. En heb je al heel snel zo'n supernova cluster. En zie daar maar eens uit te halen van, waar ontstaan communities, waar kunnen we op ons richten, waar ontstaat verdacht gedrag. Hè? Dat zou ook kunnen gebeuren. Dus dat is heel waardevol om daar. Ik heb in een project gezeten waar ze die netwerken analyseerden om te kijken of om bepaalde fraudesamenwerkingen te kunnen detecteren en daar op die manier te kunnen oprollen. Dus daar zijn behoorlijke besparingen of voorkom je behoorlijk financiële schade ook mee. Dus het is vrij lucratief voor die bedrijven ook om daar mee aan de gang te gaan. Het is een voorbeeld van gedrag van mobiele data. Dus ze meten eigenlijk waar jij zit in het netwerk en met wie jij belt en dat soort zaken. Nou, dat klinkt allemaal heel onprettig misschien, want je hebt natuurlijk ook een stukje privacy. Maar wat ze daar met die gegevens deden, is dat ze bijvoorbeeld analyseerden hoe bewegen die mensen nou door die stad. En hoe kunnen we nou bijvoorbeeld voorspellen waar bepaalde knelpunten elkaar ontstaan. Waar kunnen we bijvoorbeeld het beste een brug neerleggen. Omdat ze bijvoorbeeld zien dat bepaalde punten ergens zijn. Of dat ze met z'n allen op vrijdagmiddag naar een bepaalde kroeg gaan of naar het centrum. Of naar een kinderopvang. En op die manier hebben zij op een geïnformeerde basis, behalve dus van ik heb het gevoel dat we daar een brug moeten leggen, op basis van data een beslissing kunnen maken van daar kunnen we het beste de brug neerleggen. Ander voorbeeld, Netflix. Het is een kwestie van voorkeuren voorspellen. Dus je kijkt een aantal video's, series, documentaires, films. En op basis daarvan willen ze eigenlijk tips geven voor misschien wat onbekendere series. Dus je hebt mijn voorkeuren en daar staat top 10 voor jou, deze moet je eens bekijken. En ik moet zeggen, voor mij klopt het vaak al van redelijk.
Daar zit ook een model achter en daar is juist zelfs een prijsvraag voor geweest. Kan je ook best wel, ja, in big data zit geld, dus daar kun je wel geld mee verdienen. Die hebben een prijs van $1 miljoen gewonnen voor het beste voorspelmodel om de voorkeuren te voorspellen. Alleen, er was één probleem. En het probleem is niet, het zijn allemaal mannen. Want het was jullie natuurlijk allemaal opgevallen dat het allemaal mannen waren. Het probleem was dat het model te ingewikkeld was om in productie te nemen. En dat is typisch iets wat Sherida ook zei. Ken je gebruiker? Waar gaan we het nou precies voor gebruiken? En wat is uiteindelijk het doel van het voorspelmodel? Dus wat deze mevrouw ook heel nuttig zegt, je moet altijd... natuurlijk heb je machine learning technieks nodig om... je hebt niet altijd afhankelijk van de business input zijn, maar je moet ook zelf vanuit de data inspiratie kunnen krijgen. Het is vaak een evenwicht van beide. Maar waarvoor doe je het eigenlijk? Is altijd wel een belangrijk punt die je in je achterhoofd moet houden, in plaats van in de details de hele tijd in te duiken. Want ja, dan kan je van het padje afraken. Waarom zouden vrouwen misschien beter geschikt zijn als data scientist? Nou, als ik kijk naar de kwaliteiten die je moet hebben om het uiteindelijk met succes te kunnen opleveren. Ik zie hier twee hersenhelften. Twee. Die je bij voorkeur ook alle twee gebruikt. En het beste kun je die gebruiken als die brug daartussen ook goed functioneert. En dat is bij vrouwen dus het geval. Bijvoorbeeld heb je nodig, je moet weten waar het over gaat. Hè? Dus als je een of andere biologische experimenten gebeuren zit en je weet eigenlijk niet wat ze aan het meten zijn en dat er alleen maar een reeks getallen uitkomt. Ik zeg niet, de kans is nul dat je iets zinvols produceert, maar het is altijd wel nuttig om je te verdiepen in de vraag. Wat is gebeurd er nou eigenlijk en wat moet nou precies de meerwaarde zijn van mijn model? Nou, het tweede is natuurlijk wiskunde. En jij moet wel een bepaald abstractievermogen kunnen hebben, laat ik het zo zeggen. En programmeren. Want uiteindelijk moet je ook de data, je kunt een idee hebben, maar je moet het er ook uit kunnen krijgen. En dat is eigenlijk een heel iteratief proces. Dus als je moet wachten op iemand anders die het voor je uitvoert, is het vaak ook niet zo efficiënt. Nou, mijn andere kant, dat is die andere helft. Ja, heb je de truc al gezien. Communicatie en creativiteit. Want je komt met een oplossing op een gegeven moment. En dan zegt de opdrachtgever, ik mis iets. Of kan het niet, kan je grafisch misschien iets erbij weergeven. Want zo kan ik het ook niet verkopen aan mijn marketingafdeling. Dus kun je misschien iets anders erbij gebruiken. Ook met technisch gezien, met het model vormen. Van welke... Kijk, het is niet een model, je drukt op een knop en er rolt wat uit. Je hebt altijd een hoop knoppen waar je aan kan draaien. En dat is ook ergens, moet je al een gevoel krijgen van waar de knop zit die het meeste gaat opleveren. Want de tijd heb je niet om al aan die knoppen en al die mogelijkheden door te rekenen. Communicatie, dus je verdiepen in de persoon en goed luisteren. Wat die persoon zegt, wat het probleem is met de huidige oplossing. Of wat de persoon precies wil. Maar ook... waar nog meer informatie in de data zou kunnen zitten. Want mensen vertellen je in verdekte termen eigenlijk waar het pijnpuntje of juist de goudklomp zit in jouw data. Twee hersenhelften die je eigenlijk tegelijkertijd wil gebruiken. En het komt niet vaak voor dat mensen die al die vaardigheden bezitten en allemaal tegelijkertijd kunnen gebruiken. Maar ik denk, vrouwen wetenschappelijk bewezen, beide hersenhelften. En de brug werkt daar beter tussen, dus... Ja, eigenlijk willen mannen ook wel vrouwen in het team. Want ik heb ook wel gemerkt, en ik heb het ook vaak gehoord, al mijn collega's zijn mannen. Vaak als ik in teams terechtkom, zijn allemaal mannen. En ze waarderen het als er een vrouw tussenkomt. En het heeft niks met mij, er is een vrouw en die gaat koffie halen, waardering te maken. Maar met waardering dat je een andere blik geeft. Want ze hebben wel degelijk door dat jij anders denkt of op een andere manier tegen de data en tegen een probleem naar oplossingen kunt kijken. En dat is vaak, die combinatie is vaak heel, heel waardevol. Stel je bent nu enthousiast en ik wil ook meer weten over data science. Begin met boeken lezen, leren. Het is soms abstract, dus ergens moet je daar niet bang voor zijn, laat ik het zo zeggen. Je hoeft niet alle puntjes en komma's en afgeleide en stellingen te begrijpen, maar wel dat je... je moet er niet bang voor zijn, dat is het vooral. En soms gaat het herhaling gepaard met begrip. Dus
naarmate je, vooral als je in een goed team werkt, wordt het ook steeds duidelijker en ga je er steeds meer vat op krijgen. Dus dit zijn een aantal tips die met instapniveau beginnen. Dit is Kaggle, moet je maar eens kijken. Ik schrijf ook allerlei wedstrijden uit. Dat is ook heel erg leuk. En KD Nuggets, ook allerlei certificeringen en cursussen die je daar kan doen om ook inhoudelijk of vooral vaardiger te worden. En dat was hem. Je was ermee vandoor. Wacht, dan mag jij deze. Ja. Dankjewel. Mag ik eerst een applaus? Er zijn vast vragen, of niet? Zijn er vragen? Ja, kom naar je toe. Oh, trouwens, misschien kan het zo wel. Wil jij die dan? Hoi. Hallo, bedankt voor de presentatie. Mijn vraag is als volgt. Je had het er net dat er algoritmen bedacht worden. En dat er dan mensen uitgefilterd worden die mogelijk fraudeuze dingen deden. Nu zie je wel in die consumentenprogramma's op de Nederlandse televisie dat er af en toe mensen ook ergens in een verkeerd algoritme terecht zijn gekomen. En dat ze niet bestaan of allerlei problemen. Ik vraag me af of zo hoe jij, ik zou je daarop kunnen reageren, hoe jij dat ziet, zeg maar. Ten eerste, een algoritme is niet altijd 100% perfect. Dus je hebt zeker gelijk, je wil niet, bijvoorbeeld met een kredietwaardigheidscheck, wil je eigenlijk niet hebben, je krijgt een voorspelbaar D-niveau, terwijl je eigenlijk nog niks verkeerd gedaan hebt. En dat is eigenlijk niet wat je wil. En eigenlijk is daar ook juridisch gezien wel bescherming tegen. Er zijn wetten die bepalen dat je bijvoorbeeld bepaalde informatie niet mag gebruiken, zoals geslacht of etnische afkomst. En in het geval van het werk dat ik deed voor het fraudedetectie, word je ook heel erg beschermd voordat ze naar iemand toe gaan en beschuldigen of een onderzoek gaan starten, moet er al juridische grondslag zijn. Dus alles moet gedekt zijn, alles moet geverifieerd zijn met de echte data, hè, want vaak zit je toch een beetje vertraging om te kunnen fouten in de data zetten. Dus er is altijd nog een mensenslag of een juridische slag daarbovenop, die ervoor zorgt dat je niet de zwarte schapen benoemt die eigenlijk dit zijn. Dus als ik het goed begrijp, is het niet alleen maar een technisch iets, de uitkomst, en dat is het dan. Maar er zit altijd nog mensen tussen die dan ook nog daar iets van vinden. Vaak zie je dat ook, dat je eigenlijk het model die doet de massaproductie. Dus die maakt de voorspellingen. En dan krijgen ze feedback over. En soms corrigeert het model zichzelf, dat die voorkomt dat het dan dat soort gevallen weer gaat checken. Maar vaak heb je ook een model dat je nog een expert opinion daarna hebt. Dus bijvoorbeeld met het voorspellen van te bestellen voorraden. Is iemand zegt je moet 10 stuks bestellen. Maar iemand moet daar dan nog een knop op drukken of een goedkeuring op geven. Of die kan hem zelfs overschrijven om te voorkomen dat er niet te weinig of te veel besteld wordt, bijvoorbeeld. Dus vaak er is altijd nog wel een menselijke bij voorspelmodellen wel. Ja. Ja? Nog meer vragen? Ja. Als kenner en expert op big data, wat zou je zelf zien of in de toekomst als de grote vlakken van vernieuwing op big data? Van waar gaat het heen? Misschien in toepassing in het alledaags leven of misschien juist heel erg professioneel. Wat zijn de grote vernieuwingen die jij in de toekomst ziet of de grote uitdagingen? De uitdagingen, ik heb dan technisch en in de praktijk. Hè. Ik zie technisch gezien qua software steeds meer dat er de nood voor programmeren ondervangen wordt. Dus dat je wat vaker wat meer menu gestuurd of dat daar wat meer mogelijk, dat je niet per se hoeft te kunnen programmeren. Ik denk inhoudelijk gezien ga je toch naar het internetverkeer toe. En bij banken bijvoorbeeld het betalingsverkeer op fraude en dat soort zaken beter kunnen monitoren. Ten eerste omdat dat ook gevoed wordt door de wetgeving. Dus banken worden verplicht om daarop te monitoren. En dus de business case is heel groot om dat te ontwikkelen. En heeft iedereen profijt bij, want de boeven worden gevangen. En de mensen houden hun geld en iedereen voorkomt fraude. Dus ik denk dat daar
Zeker omdat ook, zeker in het gebied van fraude, die mensen zijn ook steeds creatiever. Dus op het moment dat je een patroon ontdekt hebt met jouw model, is alweer iets anders bedacht. En daar zit ook de techniek in, is iets wat je eigenlijk nog niet weet en dat al kunnen voorspellen. En dat is super interessant. Misschien ook net even te binnen, omdat je net dat voorbeeld gaf van dat mensen met de telefoon gevolgd werden en waar dan een brug aangelegd moest worden. Hoe denk jij over privacy? Wat is jouw persoonlijke mening? Ik vind dat mensen daar wel goed over moeten nadenken voordat je het model gaat maken. Dus goed toetsen of je bepaalde gegevens mag gebruiken of niet. En is het ook nodig dat je die gegevens ziet? Dus bijvoorbeeld in mijn geval. Je krijgt de bestanden tot je beschikking. En ik vind het dan niet altijd nodig om een BSN-nummer te zien. Want het gaat mij eigenlijk niet aan wat het BSN-nummer is. Bijvoorbeeld zorgverzekeringen, dat soort zaken. Dat maakt me niet uit. Het is voor mij gewoon een nummertje. En het model gaat ratelen. En ik vind dat daar... ik ben daar zelf ook heel kritisch op. Bij de selectie aan te geven van kunnen we dat niet scramblen of maskeren. Zodat dat niet voor de ontwikkeling in ieder geval niet nodig is. Nee. Zijn er misschien nog meer vragen? Nee? Dan gaan we het hier denk ik bij laten. Ontzettend bedankt, Ninja. Goed verhaal. En inderdaad, volgens mij een heel sexy beroep. Dus volgens mij gaan we nu allemaal keihard aan de data science. Mag ik nog een keer een applaus? En daarmee... mijn geluid. Horen jullie mij nog? Oké. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit blok aangeboden door Techionista. Dat zijn wij. Volgens mij hebben we een complete wisseling gehad van het publiek. Dus nog even snel, Techionista zet zich in voor de empowerment van vrouwen via technologie. Als je daar meer van wil... Ja, waar zijn ze, die vrouwen? En ze zitten de sprekers. Want dat is een van onze doelen als Techionista. Vrouwelijke rolmodellen in de tech-scene zichtbaar maken. En dat doen we door ze letterlijk een podium te bieden. Dus wij organiseren evenementen, zoals waar jullie ook van harte welkom zijn... Techionista's Toekomstcafé op 7 juni organiseren we samen met Uber. Supercool, in hun headquarters in Amsterdam. We leren vrouwen programmeren, we netwerken, we brengen ze in contact met gave bedrijven. Dus dat is wie wij zijn. En ik wens jullie nog ontzettend veel plezier hier en hopelijk tot ziens. Dank jullie wel.